Goedemiddag allemaal. We kunnen met enige vertraging, sorry daarvoor, starten met de ronde tafel. Ik heb een micro hier, dus normaal kunnen ze mij thuis horen. Welkom allemaal bij deze ronde tafel. We hebben gehoord dat de minister pas later zou kunnen aansluiten, dus normaal zouden we starten met een introductie van de minister, maar dat zal later gebeuren tijdens deze ronde tafel. Zoals jullie wellicht weten, deze ronde tafels worden georganiseerd in de context van de overbevolking in de gevangenissen. En in die context zijn natuurlijk de gedetineerden zonder verblijfsrecht een belangrijke groep. We zullen de exacte cijfers zo dadelijk horen van de dienst Vreemdelingenzaken en DGEPI, maar het is toch wel een aantal jaar dat net niet de helft van de gevangenisbevolking een buitenlandse nationaliteit heeft. En van die groep heeft de meerderheid geen recht op verblijf. Dat wil dus zeggen dat zij volgens de Vreemdelingenwet het grondgebied zouden moeten verlaten. We gaan vandaag als volgt van start. We zullen misschien eerst even kort onszelf voorstellen. Ik ben verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel als docent penologie. Ik voer eigenlijk al een hele tijd onderzoek naar praktijken van migratiecontrole. Ik heb onder andere onderzoek gedaan in de gesloten centra waar mensen die het land moeten verlaten opgesloten worden. Maar tevens heb ik ook gesproken met actoren binnen het justitiële circuit over hoe zij beslissingen nemen in verband met gedetineerden zonder verblijfsrecht. Normaal zou Christelle Mak mijn co-moderator zijn, maar zij is verhinderd door ziekte. Gelukkig hebben we last minute nog Mathieu gevonden die deze taak overneemt. Bonjour à tout le monde. Donc, ayons une pensée pour Christelle Mac, qui est malade, qui est chercheuse à Saint-Louis et qui a produit des études qui sont extrêmement intéressantes, je pense, pour tous les participants ici autour de la table et derrière leur écran. Je pense notamment à une étude très fouillée sur la déchéance de nationalité belge et à un dossier de la revue de droit pénal sur les incriminations pénales qui concernent exclusivement les étrangers, hein, donc dont l'incrimination de séjour illégal. Voilà, donc je suis Mathieu Bayes, je travaille chez MIRIA, le Centre fédéral migration, qui est une institution fédérale indépendante qui a trois missions légales. La première, c'est stimuler la lutte contre la traite et le trafic d'êtres humains. Le rapport Traité-trafic d'êtres humains 2022 vient de sortir et est disponible sur notre site. La deuxième, c'est la défense des droits fondamentaux des étrangers, avec ou sans séjour. Et la troisième, c'est l'analyse des flux migratoires. Voilà, donc je suis très content d'être ici, très triste pour Christelle, mais très content d'être ici parmi vous, parce que je pense que la discussion qu'on va avoir aujourd'hui concerne évidemment mes intérêts et ceux de MIRIA, le Centre fédéral migration. Voilà. We hebben ook heel wat interessante actoren aan tafel. Ze komen zo dadelijk elk individueel aan het woord, dus we stellen voor dat we ze dan telkens zullen aankondigen en voorstellen voor ze het woord nemen. Maar we kunnen alvast meegeven dat we actoren hebben uit de verschillende justitiële fasen, zeg maar. Mensen vooraan in de strafrechtelijke keten en meer met betrekking tot de strafuitvoering. Er zijn actoren vanuit dienst Vreemdelingenzaken aanwezig, van DGEPI, maar ook een academica van de Universiteit van Antwerpen. Maar meer dus over de individuele participant aan deze ronde tafel zo dadelijk. Hoe ziet het verloop eruit? We krijgen eerst een presentatie vanuit de dienst Vreemdelingenzaken door meneer Geert Verbouwheden, die de verantwoordelijke is voor de diensten die werken rond fraude en openbare orde. Daarna zal DGEPI ook een aantal cijfers en inzichten delen, waarna we elke deelnemer individueel aan het woord laten. Zij zullen gedurende een vijftal minuten vanuit hun persoonlijke ervaring reflecteren over het centrale thema van deze ronde tafel. Daarna is er even pauze en dan gaan wij drie debatten houden. Drie debatten die na elkaar zullen volgen, dus u kunt ze allemaal bijwonen en volgen. Dus. Het eerste debat zal gaan over de samenwerking tussen de diensten. Onder meer tussen de dienst Vreemdelingenzaken en de verschillende justitiële diensten. Het tweede debat zal gaan over het vooronderzoek en specifiek de voorlopige hechtenis. Jullie weten wellicht dat we in België in Europees perspectief sowieso een heel groot aantal voorlopig gehechten hebben. En natuurlijk speelt daar ook die problematiek van mensen zonder papieren een rol. En tot slot zullen we het hebben over de strafuitvoering en zullen we kijken wat er kan gebeuren met veroordeelden, maar ook geïnterneerden die geen recht op verblijf hebben. Goed, tot zover de introductie. Ik stel voor dat ik het woord geef aan meneer Geert Verbouwheden voor de presentatie vanuit dienst Vreemdelingenzaken. Dank u wel, Lars. Ik hoop dat de technische problemen ondertussen opgelost zijn, want men had problemen om mijn presentatie te visualiseren.
Ik wacht eventjes op de techniek. Ik zie hem links nog wel klein. Voilà. Dank u wel. Ja. Eerst een aantal cijfers over de gedetineerden over de laatste 4-5 jaar heen. U ziet dat het aantal personen in wettig verblijf licht gestegen is van 1943 naar 2161 in november. Voor onwettig verblijf is het ook licht gestegen van 3022 naar 3340. Maar dan zijn er ook nog een paar waarvan we het niet echt weten of dat ze nu in wettig of in onwettig verblijf zijn. Dat is omdat op dat moment er nog niet was vastgesteld wat er met hun dossier aan de hand was. Maar als je, dat is een foto natuurlijk van één bepaalde dag. Als je een dag later zou kijken in het systeem, zou je waarschijnlijk weer andere cijfers trekken. Dus dat is iets dat constant leeft, die cijfers. Want er zijn voortdurend gedetineerden die binnenkomen in een strafinstelling en voortdurend gedetineerden die buiten gaan. En dat zijn zowel Belgen als vreemdelingen uiteraard. En u ziet, zoals Lars net al gezegd heeft, de cijfers zijn relatief hoog. Op dit moment is er van 5538 gedetineerden op stand van 1 november 2022. Dat betekent dat ongeveer de helft van de gedetineerden effectief... Oei, wat is dat hier? Ongeveer de helft van de gedetineerden van vreemde origine is. U ziet ook de percentages. Dus ongeveer 60-40. Dus het is iets minder dan 2/3 dat onwettig verblijf heeft en iets meer dan 1/3 dat in wettig verblijf is. Als hij hoesting heeft om te verplaatsen. Wacht, ja. Normaal gezien moet dat ook lukken. Fichage. Nee. De. Wacht even. Gaan we gewoon zo klikken. Je ziet, de live kan het soms wel eens mislopen. De evolutie van de gedetineerden ten opzichte van twee categorieën is ook wel interessant om mee te geven. Aan de ene kant onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en onderdanen van derde landen. Dat is volgens hun eigen verklaringen of op basis van de vastgestelde documenten die ze hebben of op basis van de vreemdelingendossiers. Dus dat wil niet altijd zeggen dat dit klopt. Dat is de situatie zoals we ze kunnen vaststellen in het databank van de gevangenissen, die ook gecorrigeerd is door de gegevens die we hebben op het niveau van dienstvreemdelingenzaken. Maar veel gedetineerden liegen over hun identiteit of nationaliteit. En het kan soms zijn dat een vreemdeling beweert van een Europeaan te zijn en uiteindelijk een onderdaan is van een derde land. Of zelfs omgekeerd. We hebben het ook al meegemaakt dat een onderdaan van een derde land eigenlijk een Europeaan was. En soms weten ze het zelfs niet dat ze de Belgische nationaliteit hebben, bijvoorbeeld. U ziet daar ook dat het overgrote deel van de gedetineerden van derde landen afkomstig is. Ongeveer 3/4 van de gedetineerden is uit derde landen en 1/4, iets meer dan 1/4, is afkomstig uit de Europese Unie. En als we dan kijken naar de reden waarom dat die personen vastzitten in de strafinstellingen, onderscheiden we drie grote categorieën. De veroordeelden, de mensen onder aanhoudingsmandaat en anderen. Anderen, dat is niet altijd duidelijk,
wat voor statuut dat is. Waarbij ik als opmerking onmiddellijk geef, en dat zal dan waarschijnlijk ook bevestigd worden door mijn collega van EPI, dat bij ons in de veroordeelden en de mensen onder aanhalingsmandaat waarschijnlijk ook de mensen onder elektronisch toezicht worden gerekend, terwijl dat apart gefilterd is in de statistieken van EPI die u straks zal zien. Vandaar dat er soms wel een onderscheid zit tussen de manier waarop dat de cijfers worden voorgesteld, maar het is niet mogelijk om appels met peren te vergelijken, uiteraard. Dus u ziet daar ook, het is nog altijd een meerderheid van personen die veroordeeld zijn, bij de die opgesloten zijn. Maar als je kijkt naar de aanhoudingsmandaten, dan zie je wel verhoudingsgewijs dat er veel meer mensen in onwettig verblijf zijn dan mensen met recht op verblijf. Mensen met recht op verblijf is natuurlijk gemakkelijker, omdat die meestal een adres hebben, wat niet het geval is bij personen in onwettig verblijf. Alhoewel, we gaan het daar nog straks over hebben, dat daar misschien ook wel oplossingen voor bestaan. En als we dan eens kijken naar de nationaliteiten, het zijn niet allemaal derde landers die in de top 10 staan. Hè. Marokko is nummer 1 in de score, maar Nederland staat daar mooi op de tweede plaats. Dan hebben we Algerije, Albanië, Roemenië, Frankrijk, onbepaald. Daar hebben we heel veel mensen die niet willen zeggen van waar ze vandaan komen of waar dat het niet duidelijk is waar dat ze vandaan komen. Italië zit ook hoog in de top 10 en dan Tunesië, Turkije en dan heb je nog een categorie anderen. Dus dat zijn dus de cijfers voor de personen die al naar gelang ook hun verblijfsrecht, in wettig verblijf of in onwettig verblijf, per nationaliteit vermeld staan. En je ziet, zowel voor wettig als onwettig verblijf scoort Marokko relatief hoog. Daarbij zeg ik van eerste keer als opmerking, Marokko is een van de grootste vreemdelingengemeenschappen in wettig verblijf in België. Het is dan ook logisch dat die groep ook hoog vertegenwoordigd is. Hè. Nederland idem, dat is ook een heel grote groep van personen die in een wettig verblijf zijn. En dus daarom ook kan het zijn dat er relatief veel mensen van Nederland vastzitten. En bij Nederland scoort de drugscriminaliteit zeer hoog. Toch nog wat cijfers met betrekking tot de beslissingen die dienstvreemdelingenzaken neemt ten aanzien van de gedetineerden. Wij nemen verschillende soorten beslissingen om naar gelang de verblijfssituatie van de persoon. Uiteraard, als de personen in verblijfsrecht zijn, gaan we die personen gewoon zeggen, u mag gaan. U moet zich dan wel in orde stellen, misschien bij de gemeente, omdat uw verblijfsvergunning misschien vervallen is of zo. Maar in principe zal die persoon dan niet meer verder verontrust worden, tenzij hij nog wat betreft justitie aan bepaalde voorwaarden moet voldoen en een opvolging nodig heeft. Maar voor dienstvreemdelingenzaken loopt het dan eigenlijk af. Er zijn wel een aantal personen die verblijfsrecht hebben, waarvoor dat de situatie nog in onderzoek is. Dus het kan zijn dat die personen in verblijfsrecht op dit ogenblik, nadat ze zijn vrijgesteld, op een bepaald moment niet meer in verblijfsrecht komen. Personen die bijvoorbeeld internationale bescherming hebben aangevraagd, die geweigerd wordt. Personen waarvan het verblijfsrecht wordt beëindigd omwille van de reden van openbare orde, waarom het nog een lopend beroep is. Dat moeten we wachten op de definitieve beslissing van het beroep. Dan kan daar ook nog een verblijfscategorie veranderen, dat die persoon dan op dat moment zonder wettig verblijf wordt. En dan gaan wij uiteraard een opvolging daaraan geven, maar dat zal dan niet meer in de detentiecontext zijn, maar buiten de detentiecontext. Het aantal bevelen om het grondgebied te verlaten is ook relatief hoog. Je mag niet vergeten ook dat in 2021 dat 2 jaren waren van COVID. Dus verhoudingsgewijs zijn daar heel veel bevelen afgegeven ten opzichte van administratieve beslissingen tot vasthouding. Dat is al
gecorrigeerd in 2022. Als je naar de eerste 10 maanden kijkt, daar zijn verhoudingsgewijs toch al wat meer aanhoudingen geweest in functie van verwijdering in verhouding tot het aantal bevelen dat afgegeven is. Dus mensen in onwettig verblijf, proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te verwijderen naar het land van herkomst of naar een land waar zij mogen verblijven. Ik heb daar ook ter informatie gewoon nog de beslissingen voor tussenstaatse overbrengen aan toegevoegd, omwille van het feit dat wij in het kader van tussenstaatse overbrengen van personen in onwettig verblijf ook een bevel om het grondgebied te verlaten afgeven, eventueel ook verbonden met een inreisverbod voor België of voor Schengen, om naar gelang de situatie. En dat is ook in stijgende lijn. Dit jaar zijn er wat minder in verhouding tot, maar u ziet vorig jaar zijn er toch wel een pak beslissingen genomen geweest voor personen in onwettig verblijf, waarvoor een tussenstaatse overbrenging in voorbereiding is. Dat is wel een belangrijke nuance. Het is niet omdat wij een beslissing nemen dat die persoon dan uiteindelijk ook overgebracht wordt. Wat gebeurt dan met de personen die wij eigenlijk opsluiten? De meesten daarvan gaan we proberen rechtstreeks vanuit de strafinstelling te verwijderen. U ziet het aantal. En dan worden er een aantal nog wel overgebracht naar een gesloten centrum, omdat geen rechtstreekse verwijdering vanuit de strafinstelling mogelijk was, of omdat nog een identificatieprocedure lopende is. Met andere woorden, wat bedoelen we daarmee? Dat er nog geen documenten voorhanden zijn om de persoon te kunnen verwijderen, of dat we nog moeten de vlucht kunnen organiseren en dat daar meer werk voor is dan voorzien wordt. Het gaat niet alleen hier over personen die vervroegd vrijkomen of einde straf zijn, waar we meer tijd hebben om alles voor te bereiden. Maar bij aanhoudingsmandaten moeten we het soms heel snel allemaal organiseren. En dan zal een overbrengen naar een gesloten centrum iets gemakkelijker zijn voor ons om de verwijdering te organiseren dan dat uit de gevangenis moet gebeuren. Effectieve verwijdering. We zijn in de laatste slide van de statistiek, dus dat vlak geen probleem, ik ben al binnen de tijd. De effectieve verwijdering van gedetineerden is in stijgende lijn opnieuw. Het was natuurlijk gedaald door COVID, hè? Voor de eerste 10 maanden van dit jaar zitten we al op hetzelfde niveau als vorig jaar en zitten we al hoger als 2020, wat het COVID-jaar bij uitstek was natuurlijk. Desalniettemin zijn er nog altijd wel problemen gelinkt aan de verwijdering. Nog altijd aftermath van COVID, omwille van het feit dat er bepaalde restrictieve maatregelen opgelegd zijn door sommige landen van herkomst of sommige luchtvaartmaatschappijen, die het ons moeilijk maken om zomaar een verwijdering te organiseren. Maar het gaat weer de goede richting uit wat betreft het verwijderen van gedetineerden in onwettig verblijf. Dus mensen in wettig verblijf, uiteraard, gaan we niet verwijderen. En dat waren de statistieken van dienstvreemdelingenzaken. Merci beaucoup, Geert Verbouwede, pour ce recueil de données tout à fait intéressant. Et je passe directement la parole à Monsieur Karim El-Kamlichi, qui est conseiller directeur à la direction régionale sud de la direction générale des établissements pénitentiaires. Voilà, Monsieur El-Kamlichi, à vous la parole. Merci. Au niveau technique, ça semble fonctionner. En tout cas, la première slide, c'est déjà ça de fait. Mon collègue de l'Office d'étrangers vous a déjà partagé pas mal d'informations assez précises et donc je vais essayer de ne pas faire trop dans la redondance. Nous nous sommes focalisés dans cette présentation sur vraiment les situations générales donc de la population détenue, incarcérée. Un peu plus loin, vous verrez aussi qu'on fait on parle des détenus de surveillance électronique, ce n'est pas plutôt une exception. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la proportion de
d'étrangers sans droit de séjour est quand même assez importante. On se rapproche de plus de 30% de la population carcérale, 14% ayant un droit de séjour. Et alors, ceux qu'on indique hors du scope sont en général des résidents belges. Ici, sous une autre forme graphique, avec donc on peut voir hein, deux tiers des, donc de la population en prison d'origine étrangère, donc avec un droit de séjour connu, 68%, 28%. Il reste toujours un petit reste qui concerne les dossiers encore en cours, hein, ceux pour lesquels on a besoin, l'Office étranger a besoin de temps, soit qu'il y ait une demande qui a été introduite et qui est encore en cours d'analyse, soit une procédure suspensive. Donc la répartition sur base de des nationalités donc non belges par États-Unis, Europe et extérieur à l'Europe. Vous avez eu des chiffres plus précis qui ont été présentés auparavant. C'est vrai qu'il est important de se rendre compte que pour la population extra-européenne, on parle vraiment principalement, en tout cas le plus grand pourvoyeur, les plus grands pourvoyeurs sont les pays du Maghreb, avec un millier de détenus quand on additionne le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Donc, au niveau du statut légal, les détenus étrangers, la proportion de prévenus est de 49%. Vous voyez les chiffres absolus à côté. 46% pour les condamnés. Les internés, 220. Alors, il me semble que pour les internés, ces chiffres ne comprennent pas, je regarde dans mes notes, mais ne comprennent pas les FPC, donc les centres de psychiatrie légale. Ici, le même graphique, mais pour les détenus n'ayant pas de droit de séjour. Donc, vous voyez que les proportions, en tout cas, restent assez proches, 52-45%, avec les chiffres absolus à côté. Alors ici, on peut voir les détenus présents sans droit de séjour en régime normal. Et c'est ici que vous disais qu'on va quand même souligner le cas particulier des surveillances électroniques. En préparant cette présentation, on a pas mal parlé de ce chiffre-là parce que finalement, ça peut être... j'y viendrai tout à l'heure, étonnant parce que c'est vraiment assez peu important. Mais on peut quand même voir qu'il y a des... surveillance électronique qui sont octroyées dans le cadre de l'analyse présententielle, mais également dans le cadre, donc ici ce chiffre regroupe également les chiffres des TAP, des libérations surveillance électronique du TAP. Et donc trois détentions limitées, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement, comment dire, accessoire. Minime. Ici, vous verrez deux tableaux, deux graphiques qui se ressemblent assez fort. La répartition des prévenus étrangers avec droit de séjour. Donc là, c'est l'ensemble. Donc avec droit de séjour et sans droit de séjour. Vous voyez qu'on est dans des proportions autour de 15-20% pour le premier graphique, alors que nettement moindre pour le second. Et ce qui est intéressant, c'est de faire la comparaison avec le graphique qui suit, où vous voyez que pour les détenus donc ayant un droit de séjour connu, on garde les mêmes proportions. Donc on voit vraiment que c'est le fait de ne pas avoir de droit de séjour qui est un élément déterminant, que par rapport aux étrangers ayant un droit de séjour ou les Belges, les proportions restent vraiment assez proches. Donc c'est la caractéristique évidente, on pouvait s'y attendre, de l'absence de droit de séjour qui est un élément qui intervient dans la... surreprésentation dans le cadre de la détention préventive. Alors ici, un graphique assez intéressant et j'aurais tendance à dire presque un peu interpellant. On peut voir, interpellant parce que l'analyse des données n'est pas évidente, on peut voir qu'en 5 ans, il y a eu donc une diminution qu'on pourrait dire, ben tiens, 20% pratiquement de détenus condamnés à plus de 3 ans, donc qui ont fait de la prison, qui ne vont pas en fin de peine, donc 30%. Alors, mon collègue précédemment a parlé des chiffres de rapatriement qui étaient moins importants cette année, et pourtant on observe qu'il n'y a 30% cette diminution de détenus qui ne vont pas en fin de peine. Alors, en regardant un petit peu plus l'analyse des données, on observe quand même sur entre 2016 et 2021, j'ai pu
En tout cas, une hypothèse, hein, parce qu'évidemment, il faut toujours être très prudent avec l'analyse des statistiques, particulièrement après une période de Covid. Mais on peut quand même voir une augmentation significative, hein, on passe de 33% en 2016 de libération en vue d'éloignement du territoire et aussi des transferts vers des prisons directement dans le cadre de transferts interétatiques. On passe de 8% en 2016 à 18,5% en 2021. Donc voilà, il faudrait probablement faire une analyse plus poussée pour vraiment s'assurer que ces chiffres sont ceux qui sont les plus significatifs. Mais voilà, déjà une première hypothèse. Alors, c'est la fin de ma présentation, je n'ai pas mis un the end ou quoi que ce soit, mais donc je vous en informe. Donc, est-ce que je continue ou est-ce que vous me donnez la parole ou comment fait-on, oui? Je peux expliquer maintenant que nous entrons dans une phase de l'après-midi qui représente un défi très important pour chacun des participants, puisqu'il s'agit en 5 minutes, hein, pour chacun d'entre vous, d'aborder quelques questions selon, évidemment, votre expertise respective. Par exemple, selon vous, quelles sont les principales raisons du nombre élevé de détenus sans droit de séjour dans nos prisons? Dans quelle mesure la loi sur la détention préventive s'applique-t-elle différemment aux personnes sans droit de séjour? Welke mogelijkheden zien... Donc, quelles possibilités voyez-vous pour diminuer le nombre d'étrangers sans droit de séjour, tant dans la phase préliminaire détention préventive que par la suite? Donc ça, c'est une série de questions qui vous sont soumises. Dans quelle mesure les intérêts contradictoires jouent-ils un rôle dans l'exécution des peines entre la justice d'une part, l'Office des étrangers d'autre part? Et dans quelle mesure les informations sont échangées de manière structurelle entre votre service, d'autres services, y compris l'Office des étrangers, hein, par rapport justement à l'identité des personnes, leur nationalité, leur statut de séjour, et quelles difficultés rencontrez-vous dans ce cadre? Il est évident qu'en 5 minutes, chaque personne... On n'attend pas que chaque personne réponde à l'ensemble des questions. Vous choisissez celles qui vous parlent le plus, celles sur lesquelles vous souhaitez le plus intervenir. Voilà, Lars, c'est moi qui, je pense, sans trahir, sommes très favorables à la liberté d'expression. Nous allons tout de même avoir ce rôle très ingrat, hein, qui est de vous faire taire si vous dépassez éventuellement les 5 minutes. Donc, d'avance, votre indulgence et aussi essayez quand même de respecter ce temps pour qu'on puisse entendre tout le monde. Merci beaucoup. Et donc, je repasse directement alors la parole à Monsieur El Khamichi. Et je précise aussi que nous avons la chance d'être ici entre nous autour de la table. Pour l'ensemble des participants qui nous suivent derrière leur écran, nous pouvons tout de même prévoir une forme d'interactivité. Donc, vous pouvez intervenir via le chat, hein, poser des questions, critiquer. N'hésitez surtout pas. Donc, vous bénéficiez aussi évidemment de la liberté d'expression. On essaiera d'en tenir compte dans la mesure du possible et de reprendre vos interventions. Voilà. Merci beaucoup et je repasse la parole à Monsieur El Khamichi. Pour 5 minutes. Eh bien, la pression. J'ai déjà eu la parole précédemment, donc je sens que je vais être doublement surveillé. Écoutez, effectivement, je vais simplement, on pourrait pas aborder tous les thèmes, mais il me semble important de commencer par une vision plus générale. Je crois que de se dire que la prison est quand même le lieu de plusieurs externalités. Alors je prends ce terme de l'économie où quand même on se dit que quand il y a certains services ou certaines réalités qui devraient être prises en charge par certaines institutions, mais qu'elles ne peuvent pas les prendre en charge pour différents motifs, c'est souvent une autre institution qui les prend en charge. Ici en l'occurrence, la précédente table ronde était sur l'internement. On a connu dernièrement des cas médiatiques sur la difficulté des hôpitaux psychiatriques à prendre en charge ces profils-là très particuliers. Ici, la question se pose de la même manière. On voit les chiffres augmenter à chaque fois qu'il y a une crise migratoire. On voit bien qu'il y a des difficultés sociétales à régler cette question. L'Office des étrangers fait ce qu'il peut. On le voit dans les collaborations qu'on a avec eux, mais il y a un manque de moyens criants pour gérer cette population qui arrive, cette population qui arrive
régulièrement deux zones de guerre et qui donc est tout dans un processus de demande de papier et s'ajoute à cette difficulté pour d'autres institutions sociales à prendre ça en charge que ces populations sont précaires et donc connaissent plus de risques de commettre des actes délictueux. Donc voilà, il faut rappeler quand même que la prison est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qu'elle paye ce côté un peu généraliste dans sa capacité à enfermer les gens et donc à prendre en charge ce que d'autres institutions ne peuvent pas prendre en charge. Alors, voilà, pour une vision un peu générale, il y a aussi maintenant, vous posez la question de la surreprésentation de cette groupe, de cette population dans les établissements pénitentiaires. Je pense qu'on peut aussi essayer d'un petit peu découper le processus dans le cadre de l'analyse de mandats d'arrêt et de l'analyse des magistrats qui réévaluent la chambre du conseil, chambre des mises en accusation, la possibilité de remettre en liberté, l'absence de lieu de séjour et de moyens de s'assurer de ce lieu de séjour est évidemment pour un magistrat un problème majeur en vue de remettre un prévenu en liberté, et c'est à l'évidence une des dimensions qui, dans le cadre de l'analyse présententielle, rentre en compte. Une fois que ces personnes passent dans le cadre de leur jugement, enfin, je n'apprends rien en criminologue, mais toutes les personnes qui passent devant un magistrat qui sont en détention ont plus de risques de recevoir une peine de prison que ceux qui se présentent libres. Voilà, une deuxième couche qui peut augmenter le nombre de personnes qui augmentent très vraisemblablement ce profil de personnes en détention. Et évidemment, une fois ces personnes condamnées, leur possibilité de demander une libération diminue. Évidemment, d'abord, elles ne peuvent solliciter que soit une surveillance électronique dont on a vu qu'elle est peu donnée pour différentes raisons, mais probablement par une difficulté à avoir un logement. Mais la libération provisoire en vue d'éloignement est aussi une mesure difficile à donner. Les détenus doivent pouvoir démontrer de choses qui sont assez complexes, d'une situation sur place. Ils doivent aussi, en général, les magistrats sont assez sensibles à la question du paiement des parties civiles. Vous imaginez bien que c'est difficile pour un détenu sans droit de séjour de pouvoir répondre à cette exigence. Et donc, ce qui est tout à fait légitime, les attentes des tribunaux d'application des peines sont difficilement rencontrées et cette population reste, en tout cas, à moins de possibilités d'être mis en liberté par ces deux mesures. Et puis, il y a aussi tout simplement le fait que ces personnes viennent de zones soit de guerre, soit de zones de précarité et qu'elles-mêmes ne souhaitent pas rentrer. Voilà, il faut le dire, il ne faut pas non plus se leurrer. Et ces personnes, du coup, c'est une statistique qu'on n'a pas montrée. Mais la durée de détention de ces personnes est beaucoup plus importante que d'autres personnes. Donc voilà aussi qui augmente leur présence continue. Et quand j'ai eu un échange avec notre équipe de statisticiens, quand on regarde la durée proportionnelle, bah évidemment, ces personnes passent beaucoup plus de temps. Alors, je sens que les 5 minutes arrivent au bout. Donc, je vais simplement faire une remarque, mais plutôt, ça ne sera pas une remarque idéologique. Je tiens vraiment à le préciser. Ça sera vraiment une remarque pragmatique au sens philosophique du terme. Je pense que à un moment, il faut un peu se poser la question de quels sont nos principes qui justifient la détention et que fait-on avec nos moyens ? Que fait-on avec l'argent qui est utilisé pour régler cette question des personnes sans droit de séjour ? Je pense que pour le moment, la prison, parce que c'est finalement un grand monstre du Loch Ness, prend en charge tous ces détenus avec le coût que ça représente. Je me pose vraiment la question de l'analyse froide, je répète, sans idéologie, du coût de cette détention et de ce qui pourrait être mis dans d'autres services, dans d'autres institutions. On connaît le service spécial NITS de l'Office étranger pour les internés, qui a très peu de moyens, qui a une mission difficile. Je pense que si on réfléchissait à la manière de déplacer ces investissements du monde pénitentiaire vers des institutions qui auront plus de moyens et plus d'outils techniques et d'expertise pour leur permettre de se réinsérer, de retourner dans leur pays, je pense qu'on ferait une gestion intelligente des moyens de l'État belge. Dank u wel voor die reflecties. We gaan meteen over naar de tweede spreker. En dat is meneer Frank de Meester, substituut bij het parket van West-Vlaanderen, afdeling Bruggen en tevens referentie magistraat mensensmokkel. 5 minuten gaan bij deze ook in. Ja, dank u wel. Goedemiddag. Ik denk in aanloop naar de debatten misschien een drietal zaken die ik zou willen aanraken. 1, iets over de verlopen hechtenis. En 2, iets over de informatieuitwisseling tussen onze verschillende diensten. En tenslotte ook iets over identiteit, omdat ik denk dat toch wel iets heel belangrijk is, als soms een beetje over het hoofd gezien. Wat de voorlopige hechtenis betreft, denk ik wanneer wij op het Openbaar Ministerie geconfronteerd worden met mensen die misdrijven gepleegd hebben, dat eigenlijk de regels voor iedereen gelijk zijn. Dus ook
voor de Belgen en de niet-Belgen, voor de mensen met verblijf of zonder verblijf. Dus dat is denk ik het uitgangspunt, wat wel in de praktijk natuurlijk wel het geval is. Dat is dat het objectief gezien zo is dat die mensen, wanneer er contact wordt opgenomen met de dienst vreemdelingenzaken, sowieso al een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten. Dat ze ook geen enkele binding hebben met het Rijk, wat betekent dat zij eigenlijk per definitie bijna vluchtgevaarlijk zijn. En dat is dan een van de criteria om die mensen eventueel in een voorlopige hechtenis onder te brengen. Ook het feit dat, ja, wanneer we bijvoorbeeld spreken over vermogensmisdrijven, dan zien we dat dat mensen zijn die ook officieel geen enkele tewerkstelling kunnen hebben. Soms ook de feiten plegen om de brode. Dus in dat opzicht is er dan ook in hun hoofden een mogelijk recidivegevaar, wat dan ook weer een reden is voor de voorlopige hechtenis. Dus in eerste instantie is dat voor het Openbaar Ministerie een criterium dat moet worden gehanteerd om al dan niet iemand voor te leiden voor de onderzoeksrechter. En dan komt men bij de onderzoeksrechter die dan finaal moet gaan beslissen, ga ik die man of vrouw in die omstandigheden dan Een tweede punt over de informatieuitwisseling. Ik denk dat het zeer essentieel is dat wij vanuit onze diensten, politie, parket, informatie gaan uitwisselen naar de dienst vreemdelingenzaken. Dat het veel te weinig gebeurt, dat er daar een zekere terughoudendheid voor is, maar ik denk dat dan voor de debatten, dat dat eigenlijk niet echt geen reden toe is. En wat betreft het begrip identiteit, denk ik dat het ook wel iets is dat vaak over het hoofd wordt gezien. Los van alle anonimiteit die de digitalisering met zich meebrengt, is het al wel essentieel, denk ik, dat we kunnen weten wat identiteit is van de mensen die zich op ons grondgebied bevinden. En als we dat doen, denk ik dat wij ons blootstellen aan zeer grote veiligheidsrisico's en dat er ook zeer maatschappij-ontwrichtend werkt. Dit, wat mij betreft, bewijs van inleiding naar de debatten toe. Dank u wel. Merci beaucoup, monsieur de Meester, aussi d'avoir respecté votre temps de parole. C'est tout à fait appréciable. Et nous allons maintenant passer la parole à un avocat, maître François Hannecourt, qui est avocat praticien du droit des étrangers au barreau de Mons, pour 5 minutes. Écoutez, je vais essayer de passer comme vous voulez. Excusez, vous ne prenez pas mal. Non, pas mal. Je vous remercie. Merci pour votre invitation. J'interviendrai effectivement sur, en particulier, ce qu'on pourrait appeler la production de personnes sans papier. Ça n'a rien de péjoratif, ça ne veut pas dire que quelqu'un veut produire des personnes sans papier. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais mécaniquement, c'est ce qu'on constate sur le terrain des clients, pour ce qui nous concerne, étrangers. Premièrement, les possibilités d'obtention d'un droit au séjour en Belgique sont fondamentalement limitées. Donc que toutes les personnes qui sont en contact avec les étrangers en prennent conscience. Il y a un certain nombre de catégories. Quand vous n'êtes pas parmi ces catégories, c'est extrêmement complexe d'obtenir un droit au séjour en Belgique. Donc il y a toutes sortes de gens, y compris des gens qui n'ont qu'un rapport avec la délinquance, qui ont énormément de difficultés à obtenir un droit de séjour. Deuxièmement, le fait de ne pas avoir de droit de séjour, effectivement, crée une situation de marginalisation sociale. Et comme l'a dit mon voisin ici à ma droite, cette situation peut effectivement, de toute évidence, je pense que les études sociologiques le montrent, amener à plus facilement un passage à l'acte, si vous me permettez l'expression. Aussi, plus pragmatiquement, cette situation de marginalisation sociale peut créer, et de délinquance, peut créer d'ailleurs une question de manque de suivi administratif dans le chef de l'étranger, qui peuvent amener à un non-renouvellement de son séjour, des radiations, situations comme celle-ci. Ensuite, les photographies de la situation en prison, telles que messieurs des ministères de la Justice et de l'Intérieur nous ont présentées tout à l'heure, sont à un moment donné, et toutes ces personnes n'en sont pas, d'ailleurs régulièrement, à leur premier passage, parfois en prison, ou en tout cas à leur premier contact avec la machine pénale, ce qui fait que ces personnes avaient parfois un droit de séjour, se sont vus retirer ce droit de séjour, ou bien n'en avaient pas, et le fait qu'elles soient connues de la justice ne leur a pas, certainement pas permis d'en obtenir un. Et parfois, un certain nombre de ces personnes sont parfois nées sur le territoire belge. Toutes sortes de gens de leur âge et de leur catégorie auraient obtenu un droit de séjour, et eux n'en ont pas, étant donné la situation. Par ailleurs, production de personnes sans papier également pendant l'incarcération. On pourrait dire que ce qui fait d'ailleurs que les étrangers
sans-papiers sont très nombreux en prison, on pourrait considérer, pour résumer, qu'ils sont les premiers à entrer, les premiers et derniers à rester et les derniers à partir. Une situation également est le retrait de séjour qui intervient régulièrement durant l'incarcération et qui crée des personnes sans papier qui ne l'étaient pas quand elles sont entrées dans la prison et qui le deviennent en cours d'incarcération. Aussi, les problèmes d'identité des personnes parfois effectivement sont de la responsabilité de l'étranger initialement, mais néanmoins, on constate que c'est une difficulté, y compris pour les étrangers qui veulent retourner volontairement dans leur pays d'origine. Il y a toutes sortes de difficultés par rapport à l'identification de la personne, même quand la personne collabore, d'ailleurs, nous le constatons sur le terrain. Par ailleurs, des problèmes d'adresse, etc., des problèmes plus exactement de qui est la commune compétente pour introduction de certaines procédures, comme du regroupement familial, ce qui crée des difficultés et donc empêche un certain nombre de détenus qui pourraient accéder au séjour légal à y accéder. Ensuite, par ailleurs, en tant qu'avocat, nous constatons effectivement des problèmes de communication entre l'Office des étrangers et nous-mêmes en tant que représentants des étrangers, également avec un acteur qui n'est pas autour de la table, ce que nous pouvons d'ailleurs regretter, sauf erreur, à savoir le commissariat général aux réfugiés et apatrides, parce que nous n'en avons pas encore parlé, mais toutes sortes d'étrangers sont concernés par un retrait du statut de la protection internationale, asile ou statut de réfugié ou statut de la protection subsidiaire. Et là aussi, il y a des problèmes de communication entre ces services et nous, les avocats ou les étrangers concernés, qui peuvent amener aussi à faire maintenir des gens en détention qui, en réalité, ne devraient plus l'être. Et puis, par ailleurs, un problème plus général sur lequel nous voulons également insister, c'est parfois le cloisonnement des compétences entre, d'un côté, entre guillemets, les spécialistes, que ce soit avocats ou fonctionnaires en matière privation de liberté, et les spécialistes en matière étrangers. Nous voyons qu'il y a parfois des problèmes d'échange de compétences et d'échange d'informations, ce qui fait en sorte que nous avons une recommandation qui est que le droit de l'immigration soit beaucoup plus largement enseigné dans les universités, notamment dans les études de droit. Ça n'est toujours pas à l'heure actuelle, à ma connaissance, en tout cas en Belgique francophone, un cours obligatoire, ce qui fait qu'il y a de nombreux magistrats, avocats, fonctionnaires du SPF Justice, personnel de prison, y compris directeurs et autres, qui ne sont pas du tout formés en matière de droit de l'immigration, qui ne comprennent pas bien cette mécanique, ce qui n'aide certainement pas à la résolution de ce problème que nous constatons tous. Je vous remercie. Dank u wel voor uw reflecties. We gaan dan door met de volgende spreker. Dat is mevrouw Goedele Fransens, onderzoeksrechter bij de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen. Goedemiddag, dank u wel voor de uitnodiging om u een hoogste toelichting te kunnen geven. Nu, ik denk dat ik voornamelijk in herhaling ga treden over wat mijn collega de meester heeft verteld. En ook andere zaken die reeds aan bod zijn gekomen. Ik ga eigenlijk geen nieuwigheden vertellen, maar ze mogelijk soms op een rijtje zetten. Dus als onderzoeksrechter inderdaad moet wij beslissen van personen die door het Openbaar Ministerie wordt voorgeleid, moet worden aangehouden. En ik treed mijn collega bij. Uiteraard pas wij daarvoor dat wij de wettelijke hechtenis voor iedereen gelijk doen. Die wet voorziet in de criteria van onttrekkingsgevaar en recidieve gevaar. En dat gevaar blijkt uiteraard en die aan bod gekomen groter bij mensen zonder papieren. En de voorleiding van verdachten die zich in een precaire verblijfssituatie bevinden, die voorleiding die zijn elke keer weer zeer frequent. We zien ze vaak, en dan spreek ik vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring, voor vermogensdelicten en het gebruik van verdovende middelen, vaak die mensen hebben die er moeten toe leiden dat zij zichzelf een inkomen kunnen voorzien. En zoals al gezegd, sommigen kregen dergelijke feiten om hun inkomen. Nu, zoals gezegd, bijna per definitie is aan de criteria van trekking en recidive voldaan, omwille van die redenen. Nu, we kunnen wel een kleine nuance maken. En wat het onttrekkingsgevaar betreft, kunnen we een onderscheid maken tussen die mensen die helemaal geen adres hebben en die verdachten die wel een adres hebben, maar in een precaire verblijfssituatie zitten. Ik denk dat daar een belangrijk onderscheid is te maken tussen personen die helemaal geen procedure hebben lopen om een verblijfsstatus toegekend te krijgen en die personen die wel
in een lopende procedure zitten. Dan kan je de afweging maken. Hoe nodig heb ik die persoon voor mijn onderzoek? Hoe belangrijk is het dat ik die onmiddellijk kan aantreffen voor bijkomend vervoer, DNA-onderzoeken, andere onderzoeksdaden die moeten gesteld worden? Wanneer er een prekaire verblijfssituatie is, wordt dat zeker mee in rekening genomen. Verder, zoals gezegd, het al dan niet beschikken over een arbeidskaart. Gebruikelijk beschikt men niet over een regulier inkomen. Dat is een motivatie om over te gaan tot het creëren van feiten. Recidieve gevaar is daar. Ook daar kunnen we weinig onderscheid en differentiatie maken. Maar als het een persoon is zonder inkomen, bijvoorbeeld, die wacht op een uitspraak in een procedure gezinshereniging en samenwoont met een partner die wel een regulier verblijf heeft, ja, dan kan je daar een uitzondering voor maken. De wet voorlopige rechten is per definitie van toepassing, met enkele kleine nuances naar precariteit, de effectieve precariteit van het verblijf en het effectief precair karakter van de reguliere inkomsten en de middelen van bestaan. Een ander probleem is ook dat wanneer aan de voorwaarden van de wet voorlopige rechten is voldaan, dat we eigenlijk geen alternatieven hebben. Vaak ligt de oorzaak van de criminaliteit juist in het feit dat men geen vast verblijf heeft, nog dat men een inkomen heeft. Wanneer men een justitieassistent zou aanstellen, kan die uiteraard aan die problemen niet remediëren en die kan de kernproblemen niet aanpakken. Reden waarom dat alternatief geen optie is. Voor een borgsom zijn er vaak ook onvoldoende middelen. En elektronisch toezicht blijkt ook vaak niet mogelijk. Ja, zeker al wanneer men niet beschikt over een adres, maar ook wanneer men zelfs precair beschikt over een adres en zelfs een inschrijving in het Rijksregister, is het niet altijd zo dat die personen voldoende netwerk hebben en een omkadering. Want het zijn uiteindelijk toch mensen die thuis gedetineerd zijn, waarvoor anderen moeten instaan. Het doen van de boodschappen, zorgen dat er eten en drinken in huis is. Daarvoor moeten derden instaan. En vaak hebben personen zonder verblijfspapieren niet dat netwerk om zich op te beroepen. Wat kan een onderzoeksrechter doen wanneer aan de voorwaarden voor de voorlopige hechtingswet is voldaan, je eigenlijk tot een aanhouding zou moeten overgaan en er geen alternatief beschikbaar is? Wel, de overbevolking van de gevangenis indachtig, en dan spreek ik heel persoonlijk over mijn eigen afwegingen, durf ik dan alles denken aan de overbevolking in de gevangenis en het criterium gevaar voor de openbare veiligheid strikter interpreteren? En doe ik een prioritisering in de ernst van de misdrijven die we moeten onderzoeken? Maar dat is een dilemma. Want je weet vaak dat personen die je zonder meer in vrijheid stelt, omdat je zegt, ja, de maatschappelijke impact van dit misdrijf is misschien eerder miniem in vergelijking tot de andere personen die vandaag voor mij worden voorgeleid. Wanneer je die persoon dan in vrijheid stelt, dan kan je er bijna van uitgaan dat als dat iemand is die misdrijven pleegt om den brode, dat hij bij het verlaten van het gerechtsgebouw zich opnieuw aan feiten gaat schuldig maken. Nog kort wil ik iets zeggen over de identiteit. Het is zo dat in Antwerpen wij wel erg inzetten op het vergaren van gegevens over de identiteit. Systematisch wordt van iedereen in gerechtelijke tactiek afgenomen. Dus iedereen wordt gedactyloscopeerd. Deze databank staat niet automatisch in verbinding, uiteraard, met de databank van DBZ. En dat zou toch qua grondrechten conflictueus zijn. Dus dat wordt niet teruggekoppeld. Ik denk ook dat men daarin voorzichtig moet blijven. Dank u wel. Merci beaucoup. Donc maintenant la parole revient à monsieur François de Moulin, substitut du procureur général de Mons. Je vous donne volontiers la parole pour 5 minutes. Oui, je vous remercie et merci pour votre invitation. Alors, je vais pas être original parce que je vais reprendre évidemment des choses qui viennent d'être abordées par mes collègues. Je vous dirais pour répondre à la première question parce que je vais essayer de les balayer quand même toutes les quatre. Effectivement, le problème majeur, il va se jouer au niveau de l'absence de revenus légaux, de l'absence de résidence ou de domicile officiel en Belgique, qui vont forcément renforcer les risques de récidive et de soustraction. On est confronté malheureusement à une délinquance de rue, mais aussi à une criminalité qui est, que je qualifierais d'organisée, qui va être liée au trafic de stupéfiants, au trafic d'êtres humains. Alors, pour moi, il n'y a pas de différence
entre une personne qui n'a pas de droit de séjour et une personne qui vit en Belgique mais qui n'a pas de domicile et qui n'a pas de ressources, si ce n'est qu'effectivement pour des raisons qui tiennent à l'essence de la situation de cette personne, eh bien, on est confronté malheureusement dans ces situations, comme je l'ai dit, à des personnes qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas de résidence et qui vont donc, encore une fois, donc alimenter le risque de soustraction et de récidive. Alors, en ce qui concerne les intérêts contradictoires dans l'exécution des peines et entre la justice et l'Office des étrangers, je crois que dans la pratique, en tout cas, on est plutôt confronté à des problèmes liés à l'exécution des mesures alternatives et de la libération conditionnelle avec des personnes sans droit de séjour qui seraient éventuellement expulsés par l'Office des étrangers, ce qui nécessite alors évidemment un échange d'informations important, ce qui me permet d'enchaîner sur la quatrième question, et donc dans les propositions et les nécessités des perspectives à améliorer, bien évidemment, c'est la communication, c'est l'échange d'informations qui devra veiller, on vient de le dire, au secret de l'instruction et au respect du secret de l'instruction. On peut imaginer aussi qu'un travail pourrait être fait au niveau policier dans l'échange d'informations, mais ça aussi implique, à mon sens, de savoir ce que l'Office des étrangers veut faire lui-même des informations, et nous non plus, dans notre pratique, on n'est pas forcément au courant de ce que souhaite faire l'Office des étrangers. Est-ce qu'il est, sensible ou sensibilisé à la situation de telle ou telle personne qui a été placée sous mandat d'arrêt? Donc tout ça, ça doit se faire en réfléchissant finalement à la finalité, donc éviter que les décisions de l'Office des étrangers ne viennent préjudicier à l'instruction, et à l'inverse, éviter que des décisions aussi prises par les juridictions d'instruction ne viennent compromettre les réflexions ou les dossiers au niveau de l'Office des étrangers. Donc ça passe, à mon sens, par un échange d'informations. Et à cet égard, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une circulaire est en cours d'élaboration entre les différents parquets généraux et l'Office des étrangers, avec des échanges d'informations, des bases de données communes, etc., qui vont normalement, en tout cas, essayer, et on l'espère avec fruit, de rencontrer ces différents problèmes. Voilà ce que je voulais déjà souligner au travers de ces quatre questions, et je crois avoir respecté mes cinq minutes. Dank daarvoor, en ook voor uw réflexies. We gaan vervolgens naar meester Tine Trico, die als advocaat, die ook regelmatig voor dienstvreemdelingenzaken werkt, een aantal reflecties op ons zal loslaten. Ja, dankjewel. Het is zo dat ik inderdaad ook advocaat ben, maar dat mijn insteek iets anders is dan Hofrater Hanekoer, die daarnet het woord heeft genomen. Ik ga vermijden om in herhaling te vallen, omdat verschillende zaken die al aangebracht zijn, specifiek voor wat betreft de cijfermatige gegevens, ja, kan ik me natuurlijk in belangrijke mate aansluiten bij wat daarnet al door Geert Verbouwheden is uiteengezet. Waar wil ik wel graag even de focus op leggen, dat is de vraag naar tegenstrijdige belangen tussen de verschillende actoren. Dat gebeurt, dat zien wij passeren in dossiers. En dat kan tot frustratie zorgen, zowel langs de zijde van de magistratuur als langs de zijde van de vreemdelingenadvocaten, die het soms moeilijk hebben met inderdaad bepaalde beslissingen die dan langs de zijde van de magistratuur worden genomen versus beslissingen die genomen worden door de staatssecretaris voor asiel en migratie. Specifiek in het licht van dan de noden van het strafonderzoek of zeker wanneer het gaat over een verwijdering naar een land dat zelf niet uitlevert aan België. En dan nadien in de fase van de strafuitvoering natuurlijk de mogelijkheden waarover de SURP dan beschikt, of de waaier en mogelijkheden waarover beschikt, ja, die kan natuurlijk ingeperkt worden. Die wordt natuurlijk ingeperkt wanneer men tot verwijdering wenst over te gaan. En ik wil in dat verband vooral benadrukken dat het, ja, als ik dan kijk naar de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dat het toch echt wel vaste rechtspraak is dat de staatssecretaris daar een autonome bevoegdheid, maar ook echt wel een autonome verantwoordelijkheid heeft. Dat we daar zeker niet uit het oog mogen verliezen dat die verantwoordelijkheid in het grootste deel van de gevallen, we hebben het daarnet over de derde landers gehad, dat het in het grootste deel van de gevallen ook over een verplichting gaat. Een verplichting die in recente rechtspraak van het Hof van Justitie ook meermaals is bevestigd. En niet enkel verplichting om het terugkeerbesluit te nemen, maar ook de verplichting om zo snel als mogelijk tot uitvoering van dat
terugkeerbesluit over te gaan. Hè. Dus tot de eigenlijke verwijdering na het nemen van het bevel om het grondgebied te verlaten. En ja, in dat verband vind ik het wel interessant om op te merken dat in de terugkeerrichtlijn voorzien wordt in de mogelijkheid om over te gaan tot een uitstel van de eigenlijke verwijdering, maar dat het bestaan van gerechtelijke procedures specifiek op niveau van het strafrecht daarbij niet expliciet wordt voorzien. Ik betwist uiteraard niet dat de dienst daar een zekere beoordelingsbevoegdheid heeft, maar het is absoluut niet zo dat gerechtelijke procedures in het kader van strafrecht door het Hof van Justitie of door de Europese wetgever aanzien zijn als een reden om die terugkeerbesluiten niet te moeten nemen. Wat dan ook betekent dat het feit dat het soms wringt tussen beslissingen die op niveau van detentie worden genomen en op niveau van dienstvreemdelingenzaken, dat nu eenmaal ook wel terug te leiden is tot die bevoegdheid / verplichting die op de staatssecretaris rust. Dan nog heel kort over de uitwisseling van informatie. Als ik dan vooral vanuit mijn winkel spreek, tussen haakjes, zie ik dat toch echt wel belangrijk is dat in de periode van detentie er een grote uitwisseling van informatie gebeurt, specifiek om de dienst toe te laten een goed beeld te krijgen van de persoonlijke situatie van de gedetineerde. En dan, dat is zowel in het voordeel van de vreemdeling zelf als in het voordeel van eventueel nadien een effectieve, doeltreffende verwijdering. Weten wat de persoonlijke situatie is, weten of je al dan niet een beslissing tot beëindiging van verblijf kan nemen, of dat al dan niet in lijn is met de ernst van het misdrijf, in de lijn met de persoonlijke situatie. En dan heb ik het over alle vormen van info, ook over bezoekerslijsten, ook over informatie uit de PSD, informatie van de eventueel de deradicaliseringsofficier. Dat speelt allemaal ook wel een belangrijke rol. En we zien toch wel dat het daar af en toe misloopt. Alleen al de mogelijkheid tot de manier waarop betekend wordt, ik denk dat daar misschien, als ik dan een reflectie kan geven, dat er misschien duidelijke richtlijnen moeten zijn of uniforme richtlijnen over hoe die informatievergaring moet gebeuren binnen de gevangenis, ook om ervoor te zorgen dat in een later fase de administratieve detentie zo beperkt mogelijk is. Dank u wel. Merci. Maintenant, la parole revient à madame Joëlle Vossen, qui est présidente de chambre au tribunal d'application des peines de Mons. Voilà, pour 5 minutes. Merci. Je vais d'abord rebondir. Je pensais que m'avoir porté assez. Oui, pour la traduction, c'est compliqué. Ils sont quand même derrière nous. Oui, oui. Donc, je vais. Il est allumé ? Oui. OK, ouais. Merci. Je vais d'abord rebondir sur deux choses qui ont été dites. D'abord, par rapport à l'instruction, on a les mains beaucoup plus libres qu'un juge d'instruction parce que quand c'est, par exemple, pour une modalité d'octroi, par exemple, une surveillance électronique, on n'est pas lié par ce critère de soustraction. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus facile pour nous. Et alors, au niveau de l'éloignement, certaines conditions sont appréciées strictement, par exemple, le problème de l'indemnisation des victimes, mais on peut aussi être souple par rapport à ça. Mais par rapport à la libération provisoire, il y a très peu de conditions, il n'y en a que trois. Il y a moins de conditions pour l'éloignement que pour obtenir une mesure de surveillance électronique ou de libération conditionnelle. Donc, on rend pas mal de décisions quand même de libération provisoire pour éloignement. Et la loi facilite les choses. Ils ont notamment supprimé la question du logement qui était au départ dans la loi. Donc, évidemment, ça joue sur le reste de récidive, le fait d'avoir un encadrement, etc. à l'étranger. Mais voilà, ça c'est pour rebondir. Mais par contre, je suis assez contente d'avoir le gratin de l'Office des étrangers ici parce que moi, ce dont je voulais vraiment vous faire part et qui me tient à cœur, c'est des problèmes, mais je ne stigmatise personne, mais les problèmes auxquels on se heurte dans notre pratique. Et je pense que la loi ne nous aide pas, monsieur le ministre nous entendra de là-haut, parce qu'en fait, dans la loi sur le statut des condamnés, il n'y a aucune disposition qui prévoit les échanges entre par rapport à la procédure et l'Office des étrangers. Ça a été intégré dans la loi de 1980 sur les étrangers. Et par exemple, dans la constitution du dossier, on a une série de pièces qui doivent être produites, mais ce n'est pas mentionné que nous, dans notre procédure, dans notre loi, le directeur doit mettre cette pièce dans le dossier. Donc, bien souvent, il y a un contact entre la direction de la prison et
l'Office des étrangers. Mais le problème est, j'ai pas mal réfléchi à la question du problème de communication. Et je crois que c'est quelque chose d'assez simple qui pourrait être résolu. Il y a un problème, un programme qui s'appelle CIDIS. Je ne sais pas si beaucoup d'acteurs autour de la table connaissent ce programme. Le problème, c'est que finalement, c'est ce programme qui est nourri par les informations et qui est mis à jour par l'Office des étrangers. Mais on doit savoir que ces informations sont mises à jour dans le programme CIDIS, mais les avocats n'ont pas accès quand le dossier est constitué. Les détenus n'ont pas accès, donc il faudrait que la pièce soit versée au fur et à mesure quand il y a une demande d'un étranger. Il faudrait qu'on ait une information régulière d'Office étranger. Heureusement, on a la collaboration aussi des directeurs de prison, la collaboration du ministère public. Et je pense qu'il y a des bonnes relations entre les directeurs de prison et l'Office étranger. Mais parfois, il y a des informations qui sont, je dirais, cachées pour l'avocat, pour le détenu, que nous seuls on détient, et alors on devrait ou alors faire une capture d'écran, la verser dans le dossier. Mais ce qui serait bien, c'est qu'au fur et à mesure, au niveau de l'application des peines, on ait les décisions de l'Office étranger. Et par exemple, le retrait d'un droit au séjour, on n'est pas toujours informé, on doit aller à la pêche aux informations. Donc ça, c'est une chose vraiment importante par rapport à l'Office étranger. Ça, c'est au début. Alors la deuxième chose, il y a aussi un problème au niveau de l'exécution. Et c'est le même problème, mais qui donne une autre conséquence. C'est que la loi, je vous passe les détails, l'article de loi, etc. La loi prévoit une formule type pour l'éloignement, à savoir un délai précis avec une possibilité d'éloignement dans un centre. Mais je me suis rendu compte que cette disposition ne valait que pour les étrangers qui avaient une mesure d'éloignement. Ceux pour qui il n'y a pas de mesure d'éloignement, on retombe dans l'article général de la loi qui dit « le tribunal met une date fixe ». Et récemment, on l'a fait dans un dossier un peu délicat, c'était un renvoi en Irak, avec un jour fixe. Donc tout le monde s'en est ému, le parquet, l'office, on m'a dit « vous nous compliquez les choses », etc. Bon, et finalement, la personne, il y a eu un vol pour l'Irak, le jour fixe. Donc comme quoi, ça s'arrange, mais c'est toujours mieux. Parfois, il y a aussi des décisions d'éloignement dont on n'est pas au courant. Donc, si une décision d'éloignement doit être prise, ben c'est mieux qu'elle soit prise avant pour l'organisation aussi de l'Office étranger. C'est mieux aussi qu'on soit au courant. Mais il y a des cas où on n'a pas de mesure d'éloignement et là, on ne peut pas mettre la formule qui est plus facile à appliquer pour l'Office étranger pour le rapatriement. Donc voilà, ça c'est des questions. Et si on applique la loi de manière très, je dirais théorique, mais en même temps c'est légal, de manière légaliste, ben, on est obligé de créer des situations qui vous posent problème à vous. Bon, et là aussi, c'est peut-être un petit aménagement qui devait être fait dans la loi. En tout cas, il y a deux catégories d'étrangers qui subissent un sort différent au niveau de l'exécution par rapport au fait qu'il y ait ou non une mesure d'éloignement. Donc ça aussi, je pense que c'est important. Peut-être que parfois, il y a des mesures d'éloignement, mais qu'on n'est pas au courant et qu'alors on ne met pas la bonne formule. Donc ce serait important aussi que... voilà, j'avais encore des idées, mais est-ce que j'ai terminé mes 5 minutes? Voilà, mais j'essaierai de les glisser après. Merci. We blijven dan in de strafuitvoering en ik geef graag dan het woord aan meneer Erik Corazza, substituut bij de procureur des Konings, het OM bij de SURP van Antwerpen. Ja, dank u meneer de moderator. Dank u voor de uitnodiging. Ik wil de algemene opmerking maken dat ik als openbaar ministerie, als lid van het parket, wel gerust wil reflecteren en meedenken met betrekking tot de overpopulatie binnen de Belgische gevangenissen. Maar eigenlijk is dat onze core business niet. Mijn hoofd. Stilstaan bij een aantal, in mijn hoofd, vanuit mijn praktijkervaring, de knelpunten. En punt 3, het is al ook aangehaald, de informatie doorstroming met het oog op een vlottere behandeling van de dossiers. Bon, wat zijn de mogelijkheden voor een reclassering uit te bouwen voor mensen zonder verblijf? Dat is in eerste instantie, u kent dat, de VILO. Hè? Iemand die geen verblijfstitel heeft in het Rijk, in België, kan niet reclasseren in België. Wij zien in die dossiers dat de PSD, dat die mensen
Het PSD-onderzoek is heel sumier. En het valt op dat de gevangenisdirecties in hun advies bijna altijd gunstig of positief adviseren. Van zodra dat men voor de velo in de tijdsvoorwaarde is. Wij als OM bij de SURP, wij zijn genuanceerder. Wij kijken naar Stravijn, dat is punt 1. Of er een aanvang genomen is met de afbetaling van gebruikelijke partijen. De geldboete en de gerechtskosten, alhoewel dat eigenlijk geen wettige of wettelijke tegenindicatie is, hè, dus de belangen van de ontvanger. En voornamelijk ook of er aanwijzingen zijn, of meneer gaat, of mevrouw, of betrokkenen dus, het land al of niet gaat verlaten, of risico dat hij eventueel terugkomt. Wat zijn bij de velo, mijn ervaring, de knelpunten? Het probleem van de identificatie, dat is punt 1. Hè. Dat wordt vaak onderschat, het is al aangehaald. De veroordeelde heeft geen documenten, die zijn weggegooid, zijn afgenomen, valse identiteit. Het DVZ verliest heel veel kostbare tijd. In, laten we zeggen, een vruchteloze zoektocht naar de identiteit en dergelijke meer. Ambassades werken ook vaak niet mee, want wie wil eigenlijk een ex-gedetineerde terug in het land? Hè? Identificatie essentieel, cassatierechtspraak. De SURP kan niet meewerken wanneer een betrokkenen kan geen modaliteit krijgen als de betrokkenen niet correct geïdentificeerd is. Ook problemen met de laissez-passer. Dat komen we vaak tegen. En ja, problemen dan ook. De recente COVID-maatregelen. Bestemmingen voor repatriëring Iran, Afghanistan, actueel Rusland. Dat is uiteraard geen evidentie. Wat ook geen evidentie is, als de bodemrechter een TBS-maatregel heeft opgelegd. Een TBS-maatregel die dan moet overgedragen worden. Sommige landen, bijvoorbeeld Nederland, erkennen geen... Die bijkomende straf, Nederland erkent dat niet. Ja, gevolg is dat wij Nederland niet kunnen verzoeken, dat wij als OM die maatregel niet kunnen overdragen. Gevolg, betrokkenen blijft in de bak, betrokkenen blijft in de gevangenis. We hebben ook vaak in de dossiers weinig info omtrent het actuele verblijfstatuut van de veroordeelde vreemdeling. Die notie recht op verblijf is niet altijd duidelijk. We hebben ook als OM veel te weinig info omtrent mogelijke beroepsprocedures. Werken die nu schorsend, werken die niet schorsend? Wordt er een tijdelijk verblijfsrecht toegekend? Dat zijn dus allemaal vraagtekens. En als de SURP dan ook beslist tot een velo, grote vraagtekens, of de gedetineerde naar zijn land van herkomst wordt overgebracht, of een bevel krijgt om de grenzen niet te verlaten. En wie wordt er effectief overgebracht? Wie krijgt een BTV, dus een bevel om het grondgebied te verlaten? Dat zijn vraagtekens. Ik wil nog even stilstaan. De tussenstaatse overbrenging, ja, dat wordt geregeld. Dat is de certificatieprocedure 909. Dat is een strafovername. Waarom wordt daar in de praktijk weinig gebruik van gemaakt? De veroordeelde vreemdeling opteert vaak voor de velo. Bij een velo doet hij in zijn thuisland wat hij wil. Hij mag enkel naar België terugkeren. En hij hoeft in zijn land van origine geen voorwaarden na te leven. En de tijdsvoorwaarden om in het buitenland een strafuitvoeringsmodaliteit te bekomen, dus lees vrij te komen, zijn vaak in het buitenland strenger. Procedure duurt lang, tijdrovend, certificaat moet opgesteld worden. Vermits dat de meneer aangehouden is, is dat de centrale autoriteit die dat doet. Dus een procedure met of zonder akkoord. Maar de procedure is ook zeer duur, want wij moeten zorgen voor de overdracht van de betrokkenen tot aan de grens. Dus dat kun je vergelijken met een actieve opsporing. Eén puntje nog. Dus er wordt mijn zinzins te weinig gebruik gemaakt van de tussenstandprocedure tussenstaatse overbrengingen. Dan is er nog de mogelijkheid, de opvolging van de reclassering in het buitenland. Dus wat wil dat zeggen?
De SURP heeft eigenlijk een modaliteit van VI toegekend. En dat mag uitgevoerd worden in het thuisland van betrokkenen onder controle van de buitenlandse justitie. Dat is de certificaatsprocedure 947 hè, in het kader van het Europese kaderbesluiten. Wij als OM staan in voor de opmaak daarvan. En ik kan u zeggen, dat is ook zeer, zeer arbeidsintensief. Hè. Dat heeft te maken met het aantal titels die in uitvoering zijn. Er kunnen op 1 uur vanaf zijn, er kunnen eventueel een gans weekend mee bezig zijn. Waarom duurt dat ook lang? Dat duurt ook lang. Omdat, oftewel, naar gelang de procedure, het buitenlandse OM dat certificaat moet erkennen. Maar soms moet dat een buitenlandse rechtbank zijn. Pardon, die procedure moet erkennen. Ja, tot slot, dus betere, vlottere infodoorstroming, dat is het laatste. Wij zouden dus als OM op de hoogte moeten zijn van de actuele verblijfstoestand, dus eventueel de PSD die DVZ contacteert. Wij contacteren DVZ ook regelmatig en ik heb daar geen enkel probleem mee. Dat loopt zeer, zeer vlot met de diensten van mevrouw Ampubli. Ja, vaak weten we ook, in het allerlaatste, dat er een tussenstaatse overbrenging is. Dus de centrale autoriteit is met een tussenstaatse overbrenging bezig. En we weten het niet als OM. Dank u, vrienden. Dank u wel. Merci beaucoup. Maintenant, la parole revient à monsieur Benoît Cox du service psychosocial de ITRE. Voilà. Donc, désolé. Voilà. Donc, écoutez, je n'ai pas réabordé à nouveau les raisons de mon rêver de détenu sans droit de séjour en prison. Mais bon, moi, je vais plutôt vous parler de ma mission d'accompagnement de ces détenus qui sont sans droit de séjour. Donc, je suis Benoît Cox, assistant social à la prison d'Istre, qui est une maison de peine qui accueille environ plus de 400 détenus condamnés à plus de 3 ans. Donc, il y a évidemment une grande majorité de détenus qui ne sont pas en ordre de séjour dans la prison. Une de mes constatations, pour les raisons que j'ai maintes fois soulevées tout à l'heure, c'est que cette catégorie de détenus stagne en prison. Et je constate aussi, et c'est aussi un peu l'avis de mes collègues assistants sociaux et psychologues de mon service, que beaucoup de ces détenus choisissent d'aller à fond de peine. Parce que bon, il faut aussi se rendre compte que ces détenus ne souhaitent pas rentrer dans leur pays. Alors, donc, dans le travail d'évaluation qui est fait avec ces détenus, le SPS, donc le service psychosocial, est souvent confronté à des difficultés telles que la barrière linguistique. Et beaucoup de ces détenus s'adressent peu, voire pas du tout, aux intervenants psychosociaux. Je ne vous cache pas que je suis souvent démuni pour mettre en place un plan de réinsertion avec ces personnes. Parce que bon, on n'a pas beaucoup de garanties quant à leur démarche pour obtenir leur droit de séjour ou s'ils vont être identifiés par leur pays d'origine pour demander une libération provisoire en vue d'éloignement. Alors pour ces détenus qui souhaitent rentrer dans leur pays d'origine, il est compliqué de pouvoir assumer financièrement leur retour au pays. Et malgré une bonne collaboration avec l'Office des étrangers, le SPS n'est pas tout le temps mis au courant des modalités de leur retour, mais entre autres comment leur retour sera organisé, s'ils seront placés ou non dans un centre fermé, et qui financera leur voyage. Force aussi est de constater que nous sommes souvent aussi également démunis par rapport à la vérification de leur perspective de reclassement à l'étranger, et aussi que les demandes de modalités telles que libération provisoire en vue d'éloignement ou demande de congé pénitentiaire ou permission de sortie ont très peu de chances d'aboutir auprès de la DGD ou du tribunal d'application des peines. Et j'aimerais aussi souligner qu'il est parfois difficile de trouver un interprète ou un traducteur. Dank u wel, meneer Cox. Dan geef ik graag het woord weer aan meneer Geert Verbouwheden, die vanuit de dienst Vreemdelingenzaken zal kunnen reflecteren over een aantal zaken die wellicht al opgeworpen zijn. Ja,
Ik ga niet op alles reageren wat hier gezegd is, anders ben ik een half uur bezig. Maar een aantal reflecties al. Hè. Je vous assure, on est en train de travailler sur aussi un col pour les TAP. Donc, voilà. Hein. Donc, à côté du col parquet, il y aura aussi un col TAP. Donc, ça, c'est important. Là, on attend encore une initiative de la part de la justice sur ce point-là. voilà. Mais ils savent, hein, donc ils sont au courant. Mais il faut taper sur le clou. Oui, ben voilà. En ce qui concerne le premier point, bon, comment ça se fait qu'il y a beaucoup d'étrangers dans les prisons? Il faut déjà savoir aussi que le nombre de personnes de nationalité étrangère en Belgique est élevé en comparaison avec d'autres États membres de l'Union européenne. Mmh. On est là dans les plus hauts de l'Union européenne. Je pense qu'on est à plus que 12%, presque 13%, et la moyenne est 8% en Union européenne. Donc ça, c'est déjà aussi quelque chose d'important, ce qui veut dire, quand on fait comparaison avec la population carcérale, c'est normal aussi qu'il y aura plus de personnes incarcérées de nouveau de pays autres que la Belgique. Puis, wat er ook belangrijk is, is met betrekking tot de communicatie, het is altijd mogelijk om die vreemdelingenzaken te contacteren. U hoeft daar niet voor een call te hebben om dat te vragen. De advocaten hebben ook altijd het recht om contact op te nemen met dienstvreemdelingenzaken, met bureau D. We vragen natuurlijk wel dat zij bewijzen dat zij gemandateerd zijn om voor de gedetineerden, dat we weten dat de advocaat zich bezighoudt met dat specifiek dossier. En dat we op die manier informatie kunnen geven. Er zijn dagelijks gedetineerden die ons opbellen om informatie te vragen. Hoe dat het zit met hun situatie, wanneer dat ze kunnen vertrekken, et cetera, et cetera. En wat er ook heel belangrijk is, wij hebben een heel pak terugkeerbegeleiders nu. We hebben 20 terugkeerbegeleiders die dagelijks in gevangenissen zitten. In de grote gevangenissen is dat zelfs een ploeg van terugkeerbegeleiders. In de minder grote gevangenissen is dat om de zoveel dagen dat we gaan. Onze bedoeling is van dat op te trekken naar nog meer, want we stellen vast dat door het feit dat we daar zijn, dat we nog populairder zijn geworden, want er komen meer vragen, ook van de gedetineerden zelf, naar de terugkeerbegeleiders, over wat staat hen te wachten na hun straf, wat is hun verblijfstatuut en dergelijke meer. Al die vragen worden nu ook gesteld direct aan de terugkeerbegeleiders van dienstvreemdelingenzaken, die dan ook de informatie geven. Met betrekking tot CIDIS moet u weten dat er een CIDIS een aflopend verhaal is. Er komt een nieuwe soort databank binnen justitie. Het is niet aan mij om daar een uitleg over te geven, maar het is wel belangrijk om dat te signaleren met de bedoeling dat er meer informatie automatisch zou kunnen uitgewisseld worden met betrekking tot de identiteit en de procedures tussen aan de ene kant justitie, aan de andere kant dienstvreemdelingenzaak, maar misschien ook nog met andere partners. Hè. Dus op die manier kan er ook informatie gemakkelijker uitgewisseld worden. En de gedetineerde heeft uiteraard altijd het recht om te vragen wat zijn situatie is. Dus als hij niet weet tot wie hij zich mag richten, hij kan altijd aan de griffie of aan de directie laten weten, ik zou graag iemand van dienstvreemdelingenzaken spreken, wel, dan zal dat geregeld worden. Dat waren mijn eerste reflecties. Dank u wel. En tot slot hebben we nog mevrouw Ellen van den Nieuwenhuizen, die meer vanuit haar academische insteek en haar onderzoek, ze doet een doctoraatsonderzoek naar onder meer de impact van verblijfsrecht op beslissingen in de straftoemeting, maar ook de strafuitvoering. Zij zal vanuit haar expertise reflecteren over wat er hier zo net al te berde is gebracht. Well, dank u wel. Inderdaad, ik doe dat vanuit eigenlijk mijn onderzoek en daardoor heb ik al heel wat actoren binnen de strafrechtsketen geïnterviewd. Ik ben nog volop bezig daarmee. Ik zoek ook nog actoren om te interviewen, dus dat is zeker maar
voorlopige analyse die ik hier kan brengen. Maar ik denk dat het wel interessant is om ook, er zit momenteel geen strafrechter aan tafel, geen correctioneel rechter. Ik denk dat, dat het wel interessant is om enkele bevindingen uit die interviews dan naar voren te brengen die iets kunnen toevoegen. En dat is dat ook zij vaak met moeilijkheden kampen over de kennis aan wat is dat verblijfstatuut nu juist. Maar dat wordt wel niet altijd in eerste instantie relevant geacht. Dat komt pas voornamelijk naar boven wanneer dat op zitting wordt aangehaald door de persoon zelf of door de advocaat. En dan vinden zij het soms jammer dat zij niet meer informatie hebben over hoe juist die verblijfssituatie hoe die juist is. Want dat kan ook wel wat invloed hebben. Opnieuw, geen verblijfsrecht betekent vaak ook geen adres. Dus bereikbaarheid is daar heel moeilijk. Dus moeilijk om alternatieven op te leggen. Omdat er schrik is dat men die niet kan ten eerste al beslissingen betekenen, maar ook voor justitieassistent om de persoon terug te vinden. Waar moet zij dan aankloppen? Dus dat adres en die bereikbaarheid is inderdaad heel belangrijk. Maar ook daarnaast, stel dat zij wel een adres zou hebben, want inderdaad, er wonen vreemdelingen zonder verblijfsrecht al een heel lange tijd, vaak in België, hebben soms hier ook een gezin enzovoort. Zelfs daar worden heel wat moeilijkheden aangehaald of toch overwegingen die meespelen om alternatieven niet op te leggen. Zoals bijvoorbeeld moeilijkheden om aan voorwaarden te houden. Het feit dat probatie vaak gepaard gaat met het zoeken naar werk, wat voor hen bijvoorbeeld niet mogelijk zou zijn. Maar ook begeleiding volgen. De toegang tot hulpverlening werd vaak aangehaald als een moeilijkheid. Onduidelijk of dat komt door gebrek aan mutualiteit en dus geen financiering daarvoor, of dat komt door eventueel dat de hulpverlening niet wilt inzetten op deze personen, omdat er geen zicht is op een lang traject met hen, omdat eventueel de mogelijkheid bestaat dat zij dus zullen worden uitgezet, inderdaad. En daarnaast speelt ook de taal, zowel in de hulpverlening, maar ook voor andere alternatieven, een grote rol. Er zijn plekken waar dat op werkplaatsen bijvoorbeeld, waar dat de taal een minder grote rol zou spelen, waar dat met een woordje Frans, een woordje Engels, dat wel mogelijk is. Dat geven toch een aantal rechters aan. Maar heel veel begeleidingen bijvoorbeeld zijn enkel in het Frans of in het Nederlands. En de kennis daar rond wat juist mogelijk is, is niet zo bijzonder groot. Waardoor men vaak uitgaat van als geen goede communicatie bestaat op zitting, is het al niet mogelijk om een alternatief op te leggen. En dat geldt dan natuurlijk ook voor personen met verblijfsrecht, dus daar is nog een bijkomende moeilijkheid, maar die komen vandaag natuurlijk niet verder aan bod. En bij gevolg eigenlijk ook, daar is die onzekerheid van de persoon, gaat die wel in het land blijven, gaat die eventueel worden uitgezet tijdens de strafuitvoering, hebben we dan niet heel de justitiële keten op gang gebracht en belasten we daar niet eigenlijk zowel de hulpverlening, de justitieassistenten enzovoort, die al momenteel overbevraagd zijn en met de beperkte capaciteit die we hebben, willen we dan eigenlijk liever voorrang geven aan personen waar het er meer slaagkans wordt geacht. Dat zijn toch overwegingen die rechters mij hebben verteld. En daarnaast komt het ook nog dat zij het moeilijk vinden om tegen beslissingen van de DVZ in te gaan. Enerzijds wordt vaak aangehaald van wij zijn onafhankelijk daarvan. Wij moeten geen rekening houden met dat verblijfsrecht. We zouden nooit iemand in de gevangenis langer houden zodat de uitzetting geregeld kan worden. Maar anderzijds, een alternatief opleggen aan iemand die er eigenlijk niet kan zijn, wordt heel moeilijk en contradictorisch geacht. Enkele uitzonderingen die vertelden mij dat de werkstraf gewoon praktisch gezien niet mogelijk is, omdat daar zou een probleem bestaan met de ongevallenverzekering, als ik mij niet vergis. Dus verzekeringstechnisch zou het niet mogelijk zijn om daar plaatsen voor te vinden. Anderzijds waren de rechters mij van als er een mogelijkheid is en ze zijn bereikbaar enzovoort, dan zou ik overwegen voor een werkstraf op te leggen. Dus daar zit misschien ook een moeilijkheid in, of een gebrek aan kennis eigenlijk van wat dat in de praktijk mogelijk is of niet. Natuurlijk, heel belangrijk voor het opleggen van alternatieven, is dat zij gevraagd moeten worden. En dat wordt vaak niet gedaan door de advocaat.
Of door de persoon zelf, omdat daarvan uit wordt gegaan dat het toch niet wordt opgelegd. Anderzijds zijn er wel rechters bereid om, als een persoon wel bereikbaar is, en zoals ik zei, op die plaats waar zij woont, zoals mevrouw Fransen al heeft aangehaald, dat die mogelijkheid er effectief ook is om bijvoorbeeld contactverbod op te leggen, een cursus aan te leren, voor de taal te leren, of een integratiecursus. Dus er zijn wel degelijk mogelijkheden, maar het is wel echt aan de advocaat om die mogelijkheden te tonen. Dus ja, het belang van de advocaat is daar zeer relevant. En ik denk dus dat ook de enige mogelijkheid dan voor rechters, en dat is ook wat zij aanhalen, is dan om nog het uitstel, om te diversifiëren, is het uitstel van de gevangenisstraf, om dus die overbevolking een beetje te vermijden. Maar natuurlijk, dat is ook wettelijk beperkt. Dus met te veel voorgaande is dat niet meer mogelijk. En zullen zij ook geneigd zijn om, of moeten zij soms, zijn zij verplicht om een effectieve straf op te leggen. Voilà. Merci beaucoup. Cette intervention clôture donc ce premier tour de table de 5 minutes pour chacun, chacune, qui était extrêmement riche. On va pas résumer ici même les principales choses qui ont été dites. Nous allons tous et toutes pouvoir profiter d'une pause, mais nous vous proposons de la faire pour 10 minutes au lieu de 15 minutes, vu le retard que nous avons pris. Et à tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, nous reprenons. Nous vous remercions d'être toujours là en ce vendredi après-midi, 16h, pour la suite de cette table ronde sur les détenus en séjour irrégulier. Et donc, nous allons poursuivre directement les trois débats. Mais avant cela, nous allons donner la parole brièvement, Madame Vossen, Joëlle Vossen, qui souhaiterait rectifier quelque chose qui n'a pas été compris par certaines personnes qui sont intervenues dans le chat. On les remercie d'ailleurs d'être intervenues dans le chat. Et puis, nous aurons une intervention de Sander Goutals au nom du ministre. Mais tout d'abord, Madame Vossen. Merci. Donc juste, on m'a averti qu'il y avait un commentaire dans le chat qui disait qu'on avait accès à CIDIS. Donc, ça a été mal compris. Je n'ai jamais dit qu'on n'avait pas accès à CIDIS. J'ai juste dit que les avocats et les détenus n'avaient pas accès à CIDIS et que ce serait bien que les informations qui sont dans CIDIS soient versées, justement, dans le dossier papier pour que tout le monde ait accès. Voilà, mais nous, évidemment, nous avons accès à CIDIS. Voilà, c'est juste ça qui a été sans doute mal compris dans le chat. Merci de m'avoir donné la parole. Geen enkel probleem. En dan willen we nu kort het woord geven aan Sander Goutals, die denk ik in naam van de minister een woordje zal placeren. Sander, ga je gang. Ja, goedemiddag iedereen. Ik hoop dat ik verstaanbaar ben, maar ik vermoed van wel als ik geen tegenkanten krijg. Eerst en vooral wil de minister zich excuseren omwille van zijn afwezigheid. Er is een kern bezig die nogal wat onderwerp moesten behandelen, waardoor dat die heel fel uitgelopen is, tot op dit moment nog zelf. Dus vandaar dat hij zich excuseert. Hij heeft me wel natuurlijk aangegeven dat hij dat wel een zeer belangrijke ronde tafel vindt, waarvan dat hij ook denkt dat er de meeste impact te halen is op de overbevolking. En we hebben inderdaad de cijfers al gehoord van het DVZ, van het EPI. Ook de eerste alle actoren die ondertussen aan het woord zijn geweest en straks de thematische discussies. Maar de vraag is natuurlijk ook wat dat we daarna daarmee gaan doen. We nemen natuurlijk zowel vanuit justitie, maar ook vanuit de staatssecretaris voor asiel en migratie al verschillende maatregelen. Wat dat justitie betreft, het is natuurlijk al, de overbrengingen zijn ook al aan bod gekomen. Op dat vlak hebben we die diensten heel erg fel versterkt en zien we dat ook in het aantal dossiers dat de dienst overbrengingen opstart. Een merkelijke verhoging. Dus dat is ook wel iets waar we op inzetten. We hebben sinds vorige week ook een nieuwe folder die we ter beschikking stellen van gevangenissen. En zelfs volgende week vrijdag, denk ik, 20 december of volgende week donderdag, gaat er een informatiesessie door voor alle gevangenissen over, vooral naar de PSD's, maar ook naar andere mensen binnen de gevangenis. En natuurlijk hebben we natuurlijk ook onze samenwerking met de staatssecretaris voor asiel en migratie. Zoals de gevangenis ook wel merken, zijn het aantal terugkeercoaches of het coaches die ter beschikking staan in onze gevangenissen sterk verhoogd naar van een tiental tot meer dan 20 coaches. Dat betekent zeker een meerwaarde, niet enkel voor de gedetineerden zelf, omdat veel meer mensen en veel meer gedetineerden de uitleg krijgen
de informatie krijgen die ze eigenlijk ook verwachten. En als ze vragen hebben, kunnen ze die ook aan de terugkeercoach vragen. Maar natuurlijk ook wel een meerwaarde voor onze griffies in onze gevangenissen, die je ook op de expertise natuurlijk kan rekenen van de mensen van dienstvreemdelingenzaken. En daarnaast natuurlijk ook heeft de regering ook beslist om het aantal plaatsen in gesloten centra te verhogen, met een aantal nieuwe centra die natuurlijk noodzakelijk zijn, want bepaalde centra van de dienstvreemdelingenzaken zijn natuurlijk van een bepaalde leeftijd, om het zo te zeggen, die ervoor zorgen dat de omstandigheden steeds beter kunnen. En natuurlijk hebben we ook onze ICAM-coaches. Hè. Er zijn verschillende ICAM-kantoren die de staatssecretaris geopend heeft. Intussen al een 65-tal mensen die aangeworven zijn en die over het grondgebied in de verschillende provincies mensen uitnodigen om te praten over hun situatie, de beslissingen die ze krijgen, welke rechten en plichten ze hebben en welk toekomstperspectief. Dus dat is natuurlijk ook wel een zeer belangrijke maatregel die ik daarnet ook wel van een van de sprekers had gehoord, dat we goed moeten maken dat de mensen goed op de hoogte zijn. Dus daar zijn wel verschillende initiatieven lopende. Dan nog een laatste punt is natuurlijk die informatieuitwisseling. Dat is ook al verschillende keren aangehaald. En dan zien we ook wel dat dat nodig is. Vandaar de omzendbrief of de call die momenteel opgestart is, moet daarin wel een belangrijke rol spelen. Het gaat daarover verschillende zaken. We hebben destijds beslist, samen met de dienst vreemdelingenzaken en het college, om die te hebben rond de 3 informatiestromen. Vandaan de interceptie in de eerste fase, tot en met eigenlijk de strafuitvoering en ook een informatie call over de eventuele internationale overdrachten. Nu, een persoonlijk stokpaardje wat de identiteit betreft is ook al aan bod gekomen. Daar zien we inderdaad dat er heel wat moeilijkheden zijn en dat zowel voor justitie als DVZ het toch wel van belang is om te weten over wie het gaat. Niet enkel voor die factor, maar natuurlijk ook voor de gedetineerde zelf, die vaak inderdaad, als zij ook vrijwillig meewerkt, misschien geen medewerking krijgt van zijn land van herkomst. Maar dat blijkt ook wel dat we daar echt wel meer aandacht moeten voor hebben, is omdat toch een 80-tal% vanuit die in onze gevangenissen verblijven, die is niet in bezit van een identiteitsdocument of een paspoort. We zien dat ook bij de intercepties die door de politie gebeuren op het grondgebied, dat daar ook het 70-80% niet in bezit is van documenten. Dus dat maakt dat, dat de zoektocht naar de identiteit, de ware identiteit, moet gezocht worden met het oog op eventuele terugkeer nadien. Dus tot slot wil ik natuurlijk iedereen bedanken, de 2 moderatoren, ook Mathieu, die tot over 2 dagen nog niet op de hoogte was dat hij de rol als moderator moest opnemen. En tot slot ook Karim van Epi, die ook laatst heeft moeten inspringen voor een collega die ziek was geworden. Maar alleszins kijken we daar naar uit om eventuele aanbevelingen die in deze ronde tafel zouden komen, om die op te pakken en te bespreken. Dankjewel. Dank u wel. Dan kunnen we, denk ik, als wij hoorbaar zijn, ik kijk even naar de techniek. Oké. Ja, dan kunnen we verder gaan met het debat. We hebben zoals gezegd 3 debatten rond 3 verschillende thema's. Niet steeds zal iedereen aan tafel aan bod komen in elk debat. We hebben op voorhand daar enkele afspraken rond gemaakt. Dat belet natuurlijk niet dat als iemand iets wil inbrengen, dat hij even kan signaleren en altijd het woord kan krijgen. Ik denk het eerste thema is een thema dat al regelmatig aan bod gekomen is in de uiteenzettingen die we daar straks gehoord hebben. Het gaat over de samenwerking tussen diensten en de uitwisseling van gegevens. We hebben net de reactie van meneer Verbouwheden gehoord op een aantal uiteenzettingen van verschillende justitiële actoren. Misschien moet ik even het woord teruggeven aan Karim, die misschien ook enkele reflecties op wat hij gehoord heeft vanuit de DGEP wil maken. Mm-hmm. Bien évidemment, je suis mis à l'honneur, je peux reprendre la parole en premier. Je suis plus confortable. Mais écoutez, on a, par rapport au point que vous aviez relevé,
La coopération entre les services a été nettement améliorée. Enfin, il y a la circulaire qui définit les collaborations entre l'office étranger et la prison. Fonctionne bien. Il y a des communications au niveau de. Ben, on a cité CIDIS tout à l'heure, qui est vraiment un programme dans lequel l'office des étrangers aussi active les données. Hein. On a des codes couleurs pour définir les différents statuts des personnes présentes. Et ça facilite évidemment le flux d'informations. La police peut avoir aussi accès à ce programme centralisé. Alors, monsieur l'office étranger, monsieur Verbode, je prononce mal, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude avec mon propre nom de famille. Voilà, c'était tout à l'heure le nouveau programme Just Prison. Il y a toute une réflexion au niveau de la justice pour créer des dynamiques entre ces bases de données pour permettre au niveau de la magistrature, de l'instruction et de pays d'avancer de manière plus structurée et facilitante. Avec, si je peux quand même me permettre, une réflexion peut-être un peu plus critique qui concerne le respect du RGPD et des données, de la privacy en général. Je sais que notre service juridique nous signalait qu'il y a aussi des débats pour s'assurer qu'on communique des informations légitimes aux différents services. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même rester prudent. Les bases de données informatiques ont vraiment une valeur d'efficacité, de fluidité, mais avec une prudence dans notre état de droit, avec les limites de ces communications et des intérêts des uns et des autres à avoir de l'information. Madame la magistrate du TAP a signalé tout à l'heure l'importance que certaines informations soient transmises aux avocats dans le cadre de la gestion de leur dossier. Je pense que c'est vrai que pour le moment, il y a assez peu d'interactions comme ça. Ça pourrait être peut-être pertinent de penser aussi au niveau de ce partenaire de la justice d'avoir accès à ces données-là, mais il faut réfléchir en amont à la sécurité des données. Je crois que souvent, on essaie d'accélérer les choses pour optimiser pour tout le monde le flux d'infos. Gardons quand même en tête cette prudence-là. Misschien kunnen we die vraag doorspelen naar de advocaten aan tafel. Het is inderdaad ook uw privacybescherming is ook een grondrecht natuurlijk. Op welke momenten zie je daar mogelijk uitdagingen, moeilijkheden op dat vlak ontstaan? Merci beaucoup de me donner la parole en premier. Désolé pour vous, vraiment. Alors, j'ai effectivement déjà évoqué tout à l'heure des difficultés de communication. Alors, avec l'Office étranger ou le CGRA également, lorsque je parle de cela, je ne parle pas uniquement de savoir à qui s'adresser. À ce niveau-là, je dirais que c'est bien organisé. Nous connaissons les adresses e-mail des différents services de l'Office étranger. Par téléphone, en général, c'est pas très accessible. Je pense que ça ne sera pas contesté par Monsieur Verbode à ce sujet. Mais en tout cas, par email, le problème, c'est que nous n'avons très rarement des réponses. Donc, quand je parle de communication réciproque, avec, à certains moments, éventuellement un dialogue qui peut avoir lieu dans l'intérêt de la situation. Je pense aux personnes qui souhaitent retourner volontairement dans leur pays d'origine, mais également à d'autres qui ne souhaitent pas retourner dans leur pays d'origine. Par exemple, aux personnes qui ont été dans le passé radiées de leur droit au séjour et qui pourraient récupérer un droit au séjour. À ce niveau-là, la loi prévoit quelques rares hypothèses bien structurées de récupération d'un droit au séjour, mais généralement, on est plutôt en dehors de ces hypothèses avec l'Office étranger qui accepte, une forme de bonne volonté tout de même, malgré que je pense qu'il ne sera pas contesté par l'Office étranger, que s'agissant des détenus, leur bonne volonté a quand même évidemment ses limites. En tout cas, on le constate. Pour ces personnes-là, il est difficile de se positionner parce qu'on ne sait pas quelle est la vision du dossier de l'Office étranger qui, à notre sens, communique trop souvent par voie de décision. Comme ça, nous ne décidons que, mais pas spécialement par voie de communication plus informelle, voire d'échange avec les conseils des parties adverses, en l'occurrence des détenus étrangers qui n'ont pas de séjour légal. Par ailleurs, le commissariat général aux réfugiés apatrides, très important,
Et là, nous constatons des situations qui sont fort problématiques d'un point de vue de la communication et également d'un point de vue du droit d'être assisté par un avocat, c'est-à-dire des situations où des détenus qui disposent d'un statut de protection internationale, qui sont réfugiés ou qui disposent du statut de la protection subsidiaire, se voient auditionnés par le CGRA parce qu'ils envisagent de leur retirer ce statut, ce qui est quelque chose qui est lourd de conséquences pour les personnes, vous imaginez bien. Et on constate pourtant que ces personnes sont parfois entendues sans la présence d'un avocat, parfois informées très peu de temps à l'avance, et donc il devrait, à notre sens, y avoir une obligation, à tout le moins, que la personne ait eu une concertation avec un praticien du droit des étrangers auparavant de son audition, voire même qu'un avocat doit être présent lors de ces types d'auditions et peuvent aussi, également se poser des problèmes de communication. Je vous prends un exemple concret parce que je pense que le concret c'est toujours intéressant. A été auditionné un détenu pour envisager le retrait de son statut de réfugié. Cette personne a été informée manifestement 48 heures à l'avance de cette audition par le CGRA. Son avocat, et elle avait pourtant déjà un avocat en droit de l'immigration, n'a pas été informé, la personne n'a pas eu le temps manifestement de l'informer. Il a été auditionné sans présence d'un avocat, pensant bien faire, pensant que ça joue en sa faveur, a fait état d'une adresse. Quand on lui a demandé quelle est votre adresse, il n'a pas dit « je vis dans la prison », ce qui était pourtant bien logique puisque c'est là qu'était venu l'agent du CGRA. Il a donné une adresse à l'extérieur de la prison et c'est évidemment là qu'on lui a adressé le courrier de retrait du statut de réfugié. Courrier qu'il n'a donc jamais été cherché puisqu'il n'était pas présent, il était précisément détenu. Et par conséquent, lorsque par après, son conseil, après moult contacts avec le CGRA, l'Office étranger, a pu comprendre en recevant le dossier administratif que la décision avait été retirée, il lui a été indiqué, malgré qu'il avait agi dans un délai légal de 30 jours à compter de la réception de cette copie de décision, que le recours était tardif. Décision carrément confirmée finalement par le Conseil d'État. Donc vous voyez, ce sont des situations extrêmement problématiques en ce qui nous concerne. Et par ailleurs, le droit d'être entendu est quelque chose qui maintenant fait l'objet effectivement d'améliorations, il faut bien reconnaître, du côté de l'Office des étrangers, qui désormais a une politique assez structurelle en matière de droit d'être entendu, c'est vrai. Toutefois, le personnel des prisons progressivement prend conscience de l'importance de ce type de communication pour l'Office étranger, mais c'est très variable. Donc parfois des personnes qui complètent ça un peu n'importe comment en pensant que en complétant ça, ça veut dire qu'elles sont d'accord avec le fait de retourner dans leur pays d'origine, ce qui n'est pas l'objet de ce formulaire. C'est juste pour recueillir des informations et c'est dans l'intérêt d'ailleurs des détenus de manière générale, ce qu'elles ne comprennent pas toujours. Là aussi, il faudrait mettre en place un système de communication avec les avocats en particulier. Je vous remercie. Ja, bedankt. Ik kan vooral iets zeggen over de manier waarop de informatie dan naar de dienst stroomt, hè, omdat ik natuurlijk aan die kant sta. Wat ik daar zie is inderdaad, ik kan volledig aansluiten bij wat mijn confrater net gezegd heeft, dat de manier waarop het hoorrecht binnen de gevangenis ingevuld wordt, dat eerder wisselvallig is. Dat heeft natuurlijk ook wel soms te maken met het feit dat de vreemdeling zelf elke medewerking weigert, omdat het zelf ook niet verwijderd wil worden. Maar vaak heeft dat ook te maken met inderdaad een verschil in behandeling van zo'n hoorrecht van gevangenis tot gevangenis. Al moet ik zeggen dat de terugkeerbegeleiders daar ook wel een belangrijke rol spelen. Nou, je ziet dat de kwaliteit van de afname van de hoorrechten daar echt wel sterk gestegen is. Wat ik vooral zie als probleem, dat is wanneer de dienst een beoordeling moet maken van het gevaar voor de openbare orde. In het kader van al dan niet beëindiging, verblijfsrecht, nemen van een inreisverbod, de verwijderingsbeslissing zelf. Dat het daar soms wel moeilijk is om de titel zelf te krijgen. Dan kijk ik vooral naar het Openbaar Ministerie. Dus de doorstroming van informatie gebeurt daar in principe via het OM. Dat de titel moet in het administratief dossier terechtkomen. Terwijl ik zie dat de dienst toch wel vaak een beslissing neemt of moet nemen, rekening houden met de termijnen die lopen.
op een moment dat de titel nog niet in het dossier zit, maar dat er wel een detentiefiche is. Dus een detentiefiche die uitlegt van oké, waar je kort ziet, hè, wie de beslissing genomen heeft, wat de kwalificatie was en wat de eindbeslissing is. Maar dat is natuurlijk iets anders dan de titel zelf, waar je alle overwegingen kan lezen van de strafrechter die de straftoemeting gedaan heeft en die zelf ook het gevaar voor de openbare orde geëvalueerd heeft. En de dienst is daar niet door gebonden door die evaluatie, maar het is natuurlijk wel een belangrijk element dat ook meegenomen moet worden. En wanneer dat niet in het dossier zit, ja, dan is er soms in een verdere fase bij de Raad voor Vreemdelingen en Twistingen een probleem. Terecht ook. Maar wat dan ook niet per se de fout van de dienst is, maar een probleem van informatiedoorstroming. Wilt u daar misschien op reageren? Of dat er naar het OM verwezen werd? Wel, wat informatiedoorstroming vanuit het OM betreft, die kan uiteraard steeds verbeterd worden als de mankementen opgelopen worden. Maar wat ik hier wel zou willen opmerken, ik denk de identificatie van mensen staat eigenlijk op het ogenblik dat zij gearresteerd worden. Dat wat stellen we in de praktijk vast, is ja, dat er iemand gearresteerd wordt op verdenking van een misdrijf. En dat we dan zien dat hij 5 namen heeft en 4 keer geboren is. En dan is de vraag om uit te maken van ja, wie is dat eigenlijk? En daar hebben wij een praktijk die in Oost- en West-Vlaanderen niet wel gangbaar is. Omdat er een soortelijk omzendbrief is van onze procureur-generaal. Dat de vraag gesteld werd van welke informatie mag de politie meegeven aan de dienst vreemdelingenzaken omtrent die persoon. Politiemensen zijn soms zeer terughoudend in het delen van informatie, omdat ze zeggen, ja, dat gaat waarschijnlijk over gerechtelijke informatie, kunnen we dat wel meedelen. Maar die ressortelijke omzetbrief heeft eigenlijk heel kortweg gezegd van, dat is geen probleem om informatie te delen wanneer die informatie betrekking heeft op de nationaliteit of de identiteit van de persoon. En dat is wel een goede zaak geweest, omdat er nu, wat dat betreft toch, al een zeer vlotte informatiedoorstroming is naar DVZ. Ofwel op initiatief van DWZ die de vraag stelt van wij zien iemand die gedetineerd is, kunt u ons zeggen wie dat is, wat u van informatie geeft? Is er iets gebleken uit de verhoren, uit documenten, uit de uitlezing van zijn gsm, uit de contacten die hij heeft, als hij 20 contacten heeft uit een bepaald land, is er wel wat kans dat hij in dat land ergens linken of belangen heeft. Dus, en dat loopt nu eigenlijk wel relatief vlot, omdat daar de politie de duidelijke mededeling gekregen. Het is geen probleem om die informatie uit te wisselen. Maar ik denk dat het daar wel start, dat als men tot een concrete identificatie wil komen in de loop van de detentie, dat je eigenlijk bij het begin al de noodzakelijke informatie moet uitwisselen. En daar is wel degelijk de go gegeven om dat effectief te gaan doen. Misschien nog even terugkomend op die detentiebegeleiders die er nu zijn gekomen, dat er daar al naar verwezen werd. Misschien een vraag voor Geert. Loopt dat in elke gevangenis vlot? En wat zijn voor jullie vanuit de dienst Vreemdelingenzaken belangrijke randvoorwaarden wanneer zo'n actor, die eigenlijk extern is van een andere organisatie, een gevangenis binnenkomt? Wat kan een gevangenissetting doen om hun werk te ondersteunen? En we kunnen daarna de vraag misschien ook aan de verantwoordelijke van de GEP voorleggen. Wel, ik denk dat in het algemeen de werking van de terugkeerbegeleiders vrij vlot loopt. En als we problemen hebben, dan zijn er in de eerste plaats logistieke problemen. De gevangenissen hebben natuurlijk een beperkte hoeveelheid van extra lokalen. De IT-mogelijkheden in de gevangenissen zijn ook niet altijd heel goed. Bijvoorbeeld, Beveren is een van de nieuwste gevangenissen. En daar werkt niks met betrekking tot IT om te kunnen communiceren naar buiten toe. Hè. Binnen in de gevangenis werkt het allemaal perfect. Maar als wij bijvoorbeeld willen toegang krijgen tot ons eigen netwerk, dat gaat niet, want het is zodanig beveiligd dat je er niet buiten geraakt. Dat is natuurlijk een probleem als je een gevangene voor je zitten hebt met wie je een aantal vragen wilt bespreken en dan zijn dossier wilt consulteren en je niet bij machte bent om het te consulteren. Dat is een oplossing die we nog moeten zoeken. Maar wij proberen natuurlijk met de middelen die we hebben op dit ogenblik zoveel mogelijk gedetineerden te zien. We slagen er ongeveer in 80% van de nieuwe opsluitingen in om de gedetineerden te zien. 80%, dat is niet slecht.
De bedoeling is wel van dat nog meer te maken, dat we ook de mensen die er reeds zitten ook allemaal kunnen zien. Maar daar moeten we prioriteiten stellen van in welke gevallen gaan we die personen spreken. Namelijk bijvoorbeeld als de gedetineerde het zelf vraagt. 1. Dat is zeker belangrijk. 2. Als er bijvoorbeeld in het kader van een beslissing een voorrecht moet afgenomen worden, dat dringend is en ook extensief moet gebeuren, bijvoorbeeld bij beëindigingen van verblijf, waar meester Hanekmoeder juist ook over gesproken heeft, is dat heel belangrijk dat we een heel duidelijk ingevuld en volledig voorrecht hebben, waar dat de gedetineerde in het kader van einde verblijf zelfs nog de kans heeft om extra informatie gedurende x tijd bij te leveren, want ja, die heeft dan niet allemaal voorhanden in de gevangenis. Dus die zal misschien zijn familie of advocaat kunnen contacteren en dan krijgen we extra informatie. Soms gebeurt dat niet. Ik kan de gevangene niet verplichten om zijn eigen advocaat te contacteren. Om dat toch wel een beetje in perspectief te plaatsen, we hebben in de laatste 5 jaar, en de statistieken zijn tot mei 2022, want ik moet nu nog een update maken tot het einde van dit jaar, zijn er 459 beslissingen tot beëindiging van verblijf genomen geweest. Dat is in verhouding tot vroeger de MB's en de KB's minder. Vroeger werden er meer MB's en KB's genomen dan er nu beslissingen tot beëindiging van verblijf genomen worden. Omwille van het feit dat we juist met die drempel van dat hoorrecht zitten, we moeten alles goed motiveren. Artikel 3, artikel 8. Beslissingen voor een beëindiging van verblijf zijn gemiddeld minimaal 10 tot 15 bladzijden lang. Met alles erop en eraan. En sommige gevallen zelfs plus 20 bladzijden. En dat vraagt heel veel opzoekingswerk, analyse van dossiers, van de elementen die de persoon aanhaalt. Dus dat vraagt heel veel tijd. En dan met betrekking tot de intrekkingen en opheffingen van het commissariaat, ja, er zijn er inderdaad elk jaar. Maar dat valt in vergelijking tot het aantal erkenningen en subsidiaire beschermingen nog mee. Dit jaar zijn er tot nu toe, tot 31 oktober, 100 genomen geweest. Het topjaar in de laatste 7 jaar was 2018, dat werden er 280 genomen. Dus maar als je weet dat er enkele duizenden toch wel per jaar een statuut krijgen, valt dat nog wel mee in het Hans perspectief. Ik weet natuurlijk elk geval dat zo getroffen wordt, is een penibel geval, maar dat wordt dan ook met recht en met reden gedaan waarschijnlijk. Hè. Dan met betrekking tot de communicatie, ik ben er mij van bewust van dat de terugkeerbegeleiders, dat we daar nog meer noden zullen moeten in de toekomst gaan bekijken. Want inderdaad, ik heb er juist in de chat zien staan, 20 is nogal aan de magere kant. Maar bon, het zijn er 20. Er waren er tot 2 jaar geleden maar 10. Dat is een verdubbeling. En we moeten eerst een beetje analyseren ten opzichte van wat we van informatievragen krijgen om te zien of dat inderdaad nuttig is of noodzakelijk is om daar nog extra personeel voor te voorzien. Dus die evaluatie gaan we begin volgend jaar doen. En dan is het aan ons om dat aan de inspecteur van Financiën duidelijk te maken, aan de minister van Begroting duidelijk te maken in deze harde tijden van budgettaire restricties, om te zien of dat we nog extra personeel kunnen krijgen. Heel kort, reactie daar. Oui. Bon, effectivement, je commence par le pragmatique. Pour les locaux, effectivement, on peut pas en créer quand les prisons existent déjà et c'est un problème. Par contre, au niveau informatique, il y a des évolutions qui se font dans les accès. On a eu la situation avec les policiers aussi qui ont besoin de pouvoir utiliser des programmes spécifiques. Et donc là, il y a vraiment une évolution qui est en cours et je pense que le cas que vous évoquez de problèmes techniques liés à l'informatique risque de, voilà, au fur et à mesure, s'effacer. Je sais aussi qu'en termes de présence, je ne sais pas si c'est suite aux 10 derniers engagements, mais il y a certains établissements dans lesquels il y a un référent permanent, un accompagnateur qui est vraiment bien identifié. Et je pense que ce type de stratégie permet aussi aux collaborateurs de l'Office étranger de bien être insérés dans la prison. Et qui est le plus important avec le point suivant, c'est de s'assurer qu'on ait une communication transparente.
Je pense vraiment qu'il y a une chose qu'on ne réfléchit pas assez, c'est que je crois que le principe de la DGEPI, c'est une détention sûre et humaine, hein, c'est vraiment l'introduction même de notre objectif. La sécurité, la sûreté n'est pas seulement liée à des comportements, c'est aussi juridique. Je pense qu'on a produit une communication dernièrement dans un très grand nombre de langues sur la situation pour chaque détenu. Donc, pour que le détenu puisse lire dans sa langue sa situation, quelles sont ses perspectives en termes en fonction de sa situation légale, en fonction des pays avec lesquels on a des accords, pour qu'il ait vraiment une information de base qui lui soit donnée de la manière la plus neutre possible, la plus claire possible. Après, je reviens sur la remarque que vous avez faite concernant le droit à l'immigration et l'articulation avec droit pénitentiaire et le droit pénal. Je pense que c'est des matières très complexes qui se recoupent ici dans un cas de figure très particulier et dont peu de gens maîtrisent les croisements. Voilà, je connais quelques avocats, quand j'étais directeur à Bruxelles, qui sont des experts et qui arrivent à obtenir le meilleur en général pour leurs clients. Mais voilà, donc ici on est face à quelque chose qui est de l'ordre de l'expertise. Je rejoins votre remarque de dire qu'il faudrait probablement plus avoir une au niveau des avocats mais peut-être probablement nous j'allais dire des avocats qui défendent dans le cadre du droit pénitentiaire qui ont cette formation là vu le nombre de personnes dont on parle je crois que ça ferait totalement sens. Au niveau de l'administration, on travaille aussi pas mal à former les assistants sociaux au droit des étrangers et à tout ce que ça représente. Maintenant, je reviens sur la question de la présence de l'office étranger et de la transparence. Je pense que rationnellement, un détenu qui sait dès le départ que s'il ne fait pas des démarches, qu'il a été condamné à 5 ans, 7 ans, qu'il va passer 5 années ou 7 années en prison, et puis qu'il va quand même être transféré dans son pays d'origine. Voilà, je pense qu'à un moment, ce type de processus, de communication claire, que permet aux gens de prendre aussi une décision plus rationnelle. Pour le moment, ça fonctionne comme ça en prison. Il y a aussi beaucoup de « on dit » et « ne dit rien » dans le cadre de telles procédures. Par contre, là, tu peux dire, parfois, c'est des informations justement qui sont mal comprises. Mais on gagnerait vraiment à avoir une communication vers la population détenue plus claire et donc à soi-même être bien au clair avec les situations et les différents embranchements possibles. Je pense vraiment que, je reviens sur la question des principes, on a tout intérêt à ce que les personnes qui n'ont qu'une perspective s'en rendent compte tout de suite et à les accompagner pour retourner dans leur pays ou, j'insiste, pour avoir s'ils ont le droit auquel ils ont accès et pas qu'on attende la dernière minute ou qu'on... Voilà, je pense que c'est vraiment important. Pour moi, c'est un principe essentiel. Il faut que les personnes qui ont des droits puissent les activer. Donc là, voilà, je pense que c'est vraiment aussi extrêmement important. Et j'ai fini mes commentaires. Dankjewel. Dan kunnen we overgaan naar het volgende debat, waarin we eigenlijk het meer gaan toespitsen op het vooronderzoek. Ik ga daarvoor Mathieu het woord geven. Voilà. Donc, le deuxième débat porte sur la détention préventive et le retour au pays d'origine. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je voudrais très brièvement abuser de mon temps de parole comme modérateur pour dire que voilà, on dirait, et je pense qu'on peut déjà dégager un consensus, que tout le monde sera d'accord pour dire que des formations de tous les acteurs de la chaîne pénale en droit des étrangers est quelque chose de fondamental. Quand on regarde la démographie de la population dans les prisons, c'est quand même très très étonnant de se dire que ce n'est pas encore prévu de manière structurelle. Et donc, voilà, pour rebondir par rapport à ce que vous dites, et ça vaut aussi pour les avocats pénalistes, qui souvent ne connaissent absolument rien dans la réglementation du séjour et qui donnent des conseils complètement aberrants parfois à leurs clients en disant « quand tu reçois un formulaire HORECH, droit d'être entendu de l'Office des étrangers, c'est le droit au silence, comme si on était dans une procédure pénale, alors que dans ce cas de figure-là, au contraire, la personne a intérêt à donner le plus d'informations possible. » Voilà, je voulais juste partager ceci avec vous, mais comme Sander nous a demandé, ben voilà, seine Anbefehlungen, et bien, allez, je pense qu'on peut avoir déjà un consensus ici entre nous pour dire, voilà, une recommandation qu'on peut faire. Nous sommes dans les locaux de l'Institut de formation judiciaire, ça tombe d'autant mieux. Mais donc, revenons au thème de...
Et voilà, et donc tous les acteurs concernés, voilà, je peux déjà dire que Mireille a donné quelques formations dans quelques prisons au SPF. C'était une expérience tout à fait intéressante. On n'a pas les moyens de le faire dans toutes les prisons de manière structurelle, mais voilà, c'est vraiment quelque chose, je pense, que on peut déjà retirer. Voilà, donc, ceci dit, débat numéro 2, la détention préventive et le retour. Je vous propose de nous concentrer sur quelques questions précises, parce que pour quelles raisons il y a beaucoup d'étrangers en séjour irrégulier en détention préventive, on l'a déjà très très bien expliqué dans le tour de table. Je veux revenir brièvement sur ce que en fait Madame Franssen avait abordé, c'est-à-dire ces fameuses nuances, hein, les fameuses nuances qu'on peut apporter dans le fait que voilà. On ne devrait pas nécessairement toujours conclure que uniquement parce que la personne est en séjour irrégulier, eh bien, il y a un risque de fuite, parce que il y a effectivement des situations, certes rares, qui ne sont pas la majorité, mais où la personne a effectivement des attaches, peut avoir une procédure en cours, etc. Et donc, moi, j'ai envie de vous demander à tous les acteurs de ce panel, est-ce que vous êtes suffisamment en mesure de pouvoir détecter ces situations, de pouvoir justement évaluer ces nuances pour ne pas procéder à une prise de décision comme ça mécanique, automatique, hein, pas de séjour régulier, et bien directement réquisition pour mandat d'arrêt, hein, pour les acteurs ici du ministère public, ou bien bah, délivrance d'un mandat d'arrêt quand on est au stade de l'instruction. Et alors comme deuxième sujet qui fait partie de la même logique, la surveillance électronique. Hein, on a quand même vu dans les chiffres, ça peut paraître complètement contre-intuitif, voire un peu fou, mais il y a quand même des personnes en séjour irrégulier qui bénéficient de la surveillance électronique. Voilà, alors, est-ce que vous pourriez expliquer dans quel cadre, vous, dans votre pratique, vous pourriez l'envisager malgré l'absence de droit de séjour? Voilà, je pense qu'avec ça, on peut avoir une petite discussion intéressante. Vous restez libre, évidemment, de sortir de ce cadre. Et je vais donner la parole tout d'abord peut-être à Monsieur de Meester. Ik denk dat we eigenlijk altijd heel omzichtig moeten omgaan sowieso met voorlopige hechtingen. Dat is in feite niet alleen omwille van de overbevolking van de gevangenissen, want eigenlijk dat onze zorg moet, om het zo te zeggen. Maar we moeten er wel voor zorgen natuurlijk dat ons onderzoek ook op een goede manier kan worden volbracht. En rekening houden met het feit dat een aantal mensen bijvoorbeeld op doortocht zijn naar een ander land en dus op elk moment in een vrachtwagen of op een bootje kunnen stappen en verdwijnen, kan op zich al een reden zijn om te zeggen van goed, dan gaat ons onderzoek daarvan weer stoppen. Dat is één zaak. En uiteraard, ja, er moet omzichtig omgaan worden, maar de praktijk leert ons dat onze mogelijkheden eigenlijk heel beperkt zijn. En het is heel objectief gezien. En het is niet zo dat iemand die onwettig in onwettig verblijf is, in de automatische stroom naar de gevangenis gaat. Maar goed, de objectieve gegevens om te beoordelen of we al dan niet voorleden, maken dat het in de meeste gevallen wel zo is. Dat is een beetje een... Ja, een apart antwoord op uw vraag, maar ik denk dat de realiteit nu eenmaal zo is. Merci. Peut-être donc le parquet général de l'autre côté de la frontière linguistique à Mons. Et le parquet général de l'autre côté de la frontière linguistique est très content de l'introduction que vous avez donnée à la situation. Et effectivement, je crois que quand on fait du droit, et du droit pénal peut-être même plus effectivement, la notion de nuance est fondamentale. Et non seulement elle est fondamentale, mais elle intervient dans tous les domaines. On ne doit pas tirer des généralités d'une situation particulière et fondamentalement peut-être la projeter sur d'autres situations. Donc notre travail justement, c'est d'amener cette nuance. Et la manière d'amener cette nuance, c'est l'enseignement des faits, c'est ce qu'on va retirer des PV, c'est ce qu'on va retirer des informations qu'on va collecter. Alors là, effectivement, je crois que quand on est peut-être, pas à ma place, mais à la place du juge d'instruction, qui doit décider maintenant en 48 heures sur la base d'informations qui sont parfois parcellaires, surtout sur une situation comme celle d'une personne sans droit de séjour. Je crois qu'il faut se dire quand même qu'on a un droit qui est bien fait,
puisqu'on travaille sur des indices, et puis qu'on va travailler sur des charges, et puis sur des preuves. Et donc, il faut se dire que ben, le but d'une enquête, le but d'une instruction, c'est justement de faire avec le temps, permettre en tout cas d'accumuler suffisamment d'informations. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue, et c'est pas forcément prendre une mauvaise décision que prendre une décision qui est dans un premier temps fondée en tout cas sur certains indices que l'on peut conforter par la suite, voire infirmer, et à ce moment-là en tirer les conséquences, libérer la personne, peut-être octroyer une surveillance électronique plus rapidement, etc. Moi, dans ma pratique, puisque c'était aussi la seconde question, je l'ai déjà rencontré ça. On a déjà, dans des dossiers quand même, même des dossiers importants de trafic de stupéfiants, etc., on a déjà octroyé des surveillances électroniques à certaines personnes parce qu'on avait les garanties, effectivement, que c'était quelque chose qui pouvait fonctionner parce qu'on avait pris la peine de se renseigner sur l'endroit où la personne allait séjourner et effectuer sa surveillance électronique. Donc, je crois qu'il faut aussi se laisser la peine et le temps d'avoir ces renseignements-là et de les collecter. Voilà, moi, j'insisterai là-dessus parce que on est confronté dans le cadre de situations d'étrangers à des personnes qui sont parfois elles-mêmes victimes de trafic des êtres humains, donc c'est une réalité, donc il faut aussi tenir compte de ça, mais en même temps, en tant que victimes, elles sont aussi acteurs sur le plan pénal et donc délinquants, auteurs, suspects, et là aussi, ben, c'est une nuance à apporter dans les manières de répondre à ce type de criminalité. Donc moi, je crois que il faut pas oublier, encore une fois, qu'on a déjà des outils et que notre travail, justement, c'est de les utiliser à bon escient et de faire effectivement les bons choix en nuance. Voilà ce que je voulais préciser. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Madame Franzen pour l'instruction. Dankjewel. Ik zou graag eerst een algemene opmerking maken. En komt een beetje terug op hetgeen mijn collega's meneer Corazza en meneer De Meester hebben gezegd vanwege het Openbaar Ministerie. Eigenlijk is de overbevolking van de gevangenis onze core business. Dat staat me zeker niet verkeerd. Dat is wel onze heel grote bekommernis. Maar wij hebben trouw gezworen aan de wet en we passen de wet voor iedereen gelijk toe. En wat we doen door de druk die er is in het gevangeniswezen, is onze interpretatie van de wet en onze toepassing van de wet beginnen aanpassen. Dat wordt ook soms van ons uitdrukkelijk gevraagd aan de uitvoeringsmogelijkheden ervan. Eigenlijk is dat al fundamenteel verkeerd. Dat zou zo niet mogen zijn. Nu, de realiteit is wat ze is en wij zijn ook niet wereldvreemd. Hè? Dus we doen ons best om tegemoet te komen aan de noden, maar eigenlijk is dat in een rechtsstaat gevaar. We vragen hier een beleid van de rechter die eigenlijk de wet moet toepassen en niet zelf naar goeddenken moet beginnen een beleid te voeren. Dus dat wil ik eigenlijk toch als algemene bedenking toch nog meegeven. Verder ben ik heel blij ook met de bijdrage van meneer Dumoulin, die zegt ja, er moet nuance zijn en we hebben informatie nodig. Ik ben ook blij dat u dat aanraakt, meneer de moderator. Ik wil graag een vergelijking maken. In Antwerpen hebben we een aantal zaken gehad waarbij beslissingen zijn genomen door rechters die achteraf bekeken eerder ongelukkig bleken, omdat die rechter in het dossier niet beschikte over een volledige informatie over de voorgaande. Zoals bijvoorbeeld op welke manier verlopen voorgaande probatiemaatregelen. We hadden geen informatie van justitieassistenten in andere zaken die gevoegd werden aan een dossier met betrekking tot nieuwe feiten van bij aanvang. In Antwerpen, ik weet niet hoe het is voor andere arrondissementen, maar daar misschien ook, hebben we daar samen met het Openbaar Ministerie een heel mooie werking op touw gezet. En de onderzoeksrechter heeft nu bij voorleiding van een verdachte onmiddellijk al de probatieverslagen van de probatiecommissie, alle verslagen van de justitieassistenten, de psychiatrische verslagen die eerder zijn opgesteld en dergelijke meer, om u een beeld te kunnen vormen van de persoon die voor u zit en om uw beslissing grondiger te kunnen nemen. Nu, waarom zou dat niet mogelijk zijn? Het is een piste, een aanbeveling om eens verder te bekijken met de informatie van de dienst vreemdelingenzaken. Want ik heb daar straks verteld dat ik probeer te nuanceren. Iemand die bijvoorbeeld in een procedure gezinshereniging zit, zelf nog geen wettig verblijf heeft, maar samenwoont met een partner en kinderen en een beslissing afwacht. Ja, dat is uiteraard een heel belangrijke factor om een onttrekkingsgevaar te evalueren. Maar ik moet daarbij voortgaan op hetgeen een persoon mij verklaart.
We beschikken over 48 uur. Een persoon is gearresteerd, heeft uiteraard niet de mogelijkheid om thuis wat documenten te gaan halen. Sommige advocaten slagen er dan toch in om nog wat documenten te produceren om de status van een verdachte te bewijzen. Maar het zou inderdaad heel goed zijn, moesten we vanwege DVZ onmiddellijk over de nodige informatie kunnen beschikken. Wat we wel weten vanuit het procesverbaal van de politieagenten is wanneer van de verbalisanten, is wanneer er een bevel tot het grondgebied te verlaten is uitgevaardigd. Dat staat er kort in. Maar andere nuances, lopende procedures of reeds gevoerde procedures die afgewezen zijn, daarover hebben we geen informatie. Ik moet dan vertrouwen op hetgeen een verdachte mij vertelt, die ook geen specialist is in het vreemdelingenrecht en het zelf soms ook niet goed weet. Dus dat zou een mooie piste zijn, moesten we daarover meer informatie hebben om juist die nuance te kunnen inbouwen in onze besluitvorming. Ik zou graag nog een andere bedenking maken, ook vanuit mijn praktijk. Wanneer een persoon aangehouden is, hebben we inspraak, of wordt toch tenminste onze mening gevraagd over een eventuele repatriëring. Het is al voorgekomen dat ik heb beslist om, maar u gaat mij verbeteren als ik daarbij verkeerd ben geweest, dat ik heb beslist om mensen in voorhechtenis te houden, omdat ze nodig waren voor het verdere onderzoek, maar ook omdat dat hen de gelegenheid gaf om hun eigen proces te kunnen bijwonen. Ja? Dus wat zien we? Wanneer iemand in vrijheid wordt gesteld, nog voordat er een definitief vonnis is tussengekomen, kan er een repatriëring tussenkomen en heeft die persoon niet meer de mogelijkheid om zelf zijn proces bij te wonen. Men werpt dan op, ja, maar men kan zich altijd laten vertegenwoordigen door een advocaat. Dat is waar. Maar dat is met alle respect voor de advocaat die zijn uiterste best zal doen, nog iets heel anders dan zelf uw proces bijwonen en zelf het woord daar te kunnen nemen en te kunnen horen wat er allemaal wordt gezegd en dat eventueel te kunnen tegenspreken. Ook naar straftoemeting toe voor een rechter te gronden is het heel belangrijk. Het maakt het een groot verschil. Een verdachte of een beklaagde dan persoonlijk zien of louter moeten voortgaan of op hetgeen een advocaat vertelt. En ik heb het inderdaad al meegemaakt dat een persoon vroeg van ja, maar ik heb een bevel om het grondgebied te verlaten. Het was een heel belangrijke zaak. De man zou over de oceaan worden gerepatrieerd en heeft een visum nodig om terug te komen. En vanuit mijn vroegere ervaring als advocaat vreemdelingenrecht koesterde ik de vrees dat het verkrijgen van dat visum wel eens problemen zou kunnen stellen. Hetzelfde met een verdachte of beklaagde die een borgsom hebben betaald. Die kunnen zich wel laten vertegenwoordigen door een advocaat die ze dan moeten blijven financieren. Hè? En indien zij verstek laten op hun proces, eigenlijk omwille van een vorm van overmacht, die zij ook niet meer kunnen aantonen, want ze zijn er niet om dat aan te tonen. Die stukken zitten ook niet in het dossier. Ja, die is de borgsom ook kwijt. Dus daar hebben we toch een clash van beslissingen. Grondrechten die gelden in een strafprocedure en de rechten en de bevoegdheden waarover de dienst vreemdelingenzaken beschikt. Heel kort een reactie van Geert. Ja, mevrouw Vassen, ik kan u geruststellen. Onze praktijk is toch wel lichtelijk gaan veranderen op dat vlak. Ten eerste, als een magistraat bezwaar heeft tegen de verwijdering, houden we daar wel rekening mee dat er een bezwaar is. 1. 2. Stel nu dat er toch een verwijdering wordt georganiseerd, dan zullen wij in alle gevallen, van zodra dat wij weten dat de magistraat vraagt dat die persoon wenst dat die persoon aanwezig is, ervoor zorgen dat die ook aanwezig kan zijn. Dat betekent, er zal een vrijgeleide voorzien worden als er een inreisverbod is, want die persoon zal waarschijnlijk een inreisverbod hebben, zodat die aanwezig kan zijn als getuige voor het proces, gelijk wat. Het visum zal ook gefaciliteerd worden. Wij gaan dat zeker niet weigeren als een rechtbank of een magistraat ons vraagt dat de persoon in kwestie aanwezig is. Dus in die zin is de praktijk toch al enigszins veranderd. En we hebben al een aantal gevallen gehad waar we dat geregeld hebben. Ik heb vorige week nog een vrijgeleide getekend voor een persoon die onder inreisverbod stond. Dat was nu wel geen visumplichtige, maar het was een Albanees die eventueel voor een verordening moest verschijnen hier. En die heeft dus een vrijgeleide gekregen, zodat hij bij zijn proces aanwezig kon zijn.
Ja, uiteraard wel heel belangrijk, want ik heb mijn doctoraatsonderzoek heeft zich in 2017 voorgedaan, maar dan zie je inderdaad dat er iemand 5000 euro borg heeft betaald, ondertussen in een gesloten centrum zit en aan de sociale assistent vraagt en nu, want ik moet terug naar mijn land, ik heb die 5000 euro betaald. Dan wordt er inderdaad wel meegedeeld dat het inreisverbod opgegeven kan worden en juridisch zal dat ook zo wel verlopen, maar natuurlijk, het is heel praktisch, natuurlijk ook niet evident dan om terug te komen. Maar blij dat ook daar veranderingen, ook binnen dienstvreemdelingenzaken, die er toen eigenlijk ook al waren, maar zich nog sterker voordoen. Ik ga nog even kort het woord aan Mathieu geven. Ja, we zullen hier, on va clôturer ici le deuxième débat. Je voudrais remercier tous les participants et aussi Ellen van den Nieuwenhuizen qui était prévue pour ce deuxième débat, mais qui prendra la parole sur les deux sujets lors du troisième pour faciliter la fluidité. Mais donc par rapport à l'accès à l'information de la justice, à l'Office des étrangers, ben, on sait qu'il y a des cols en préparation, on les attend avec impatience et de notre point de vue, on espère que ce seront des cols publics, hein, accessibles à tout le monde pour qu'on puisse en informer aussi les personnes, hein, parce qu'on l'a déjà abordé aujourd'hui. Ce serait quand même un petit peu particulier s'il y avait un échange de données extrêmement fluide qui se fait derrière le dos des principaux intéressés sans possibilité d'avoir une information. Mais parenthèse, et donc sur le l'autre recommandation, je perds le fil. Mais donc nous clôturons le deuxième débat ici pour s'orienter vers le dernier débat de l'après-midi. Ja, dankjewel. En het derde debat gaat gaan over de strafuitvoering. Nu, we hebben zeer veel vragen en weinig tijd, dus ik ga proberen een aantal thema's op te werpen, maar zie u vrij waar u precies op wil ingaan in dit debat. We hebben daar straks de cijfers gezien. We zien dat ook een behoorlijk aantal EU-onderdanen in onze gevangenissen zitten, waar inderdaad een aantal kaderbesluiten zijn. In de chat werd bijvoorbeeld ook wel verwezen, maar dat heeft dan gerelateerd aan het vorige debat, naar het toezicht op alternatieven in andere lidstaten, wat mogelijk zou zijn. We hebben het natuurlijk ook over het toezicht van proeftijdbeslissingen en de strafuitvoering. Dus als mensen voorwaardelijk vrijkomen, zouden ze in theorie ook in Frankrijk, Nederland, alle landen die dat kaderbesluit geratificeerd hebben, of dat is zelfs niet nodig. Ik ben geen jurist op dat vlak. Maar in ieder geval, die kaderbesluiten zijn er. Zijn daar mogelijkheden tot verbetering? We hoorden natuurlijk dat het veel gemakkelijker is om een villo uit te zitten in het herkomstland zonder voorwaarden. Maar natuurlijk al wanneer we denken reïntegratie en recidive beperkend, zijn die kaderbesluiten mogelijk wel interessant. Een andere vraag, en dat zagen we ook in de chat terugkomen bij sommige personen, hoe kunnen we begeleiding eventueel toch ondersteunen wanneer we over strafuitvoering praten? Want natuurlijk de basiswet van het gevangeniswezen geeft ook aan dat een strafuitvoering in België moet voorbereiden op reïntegratie. Hoe pakken we dat aan binnen het kader van de strafuitvoering? We hebben het al gehad over informatie, dus ik stel voor dat we dat pas laten passeren. Misschien ook nog, voor zover de participanten daar ervaring en kennis over hebben, wat met geïnterneerden? Want dat is natuurlijk een heel specifieke groep met bijzondere noden, waar er ook een dienst special needs is, waar Geert mogelijk iets over kan zeggen kort. Wat zijn daar de moeilijkheden? Bijvoorbeeld naar droogstroom, naar FPC's, maar ook naar reguliere voorzieningen. Of wat zijn de moeilijkheden wanneer er een villo moet uitgewerkt worden in het kader van een terugkeer naar het herkomstland? Ik stel voor dat we meneer Erik Corazza als eerste het woord geven. Ja, inderdaad. De problematiek van geïnterneerden mag men zeker niet uit het oog verliezen. In principe, geïnterneerden kunnen ook zonder recht op verblijf kunnen in ons land geen reclassering uitbouwen. Moest de KBM, heeft al geprobeerd, dus de KBM is de Kamer tot Bescherming van de Maatschappij, die het interneringstraject, nadat dus een bodemrechter of het onderzoeksgerecht een interneringsmaatregel zijnde, blijf dat benadrukken, de interneringsmaatregel is geen straf, is een beschermingsmaatregel. Maar het heeft toch heel consequente, verregaande gevolgen met vrijheidsbeneming, vrijheidsberovingen, verplichting tot residentiële trajecten in de forensische psychiatrie. Maar het is zo dat mensen, dus geïnterneerde zonder verblijfstatuut, ook geen reclassering in België kunnen uitwerken.
Als per definitie de KBM toch zou beslissen, kijk, we staan uitvoeringsmodaliteit IOP of elektronisch toezicht of kunnen op halve rij het BD toestaan, dan zitten we met het probleem dat dus de psychiatrie zegt, ja kijk, mensen, dat heeft ook te maken met een centenkwestie, een geldkwestie, ziekenfonds. Wij nemen die mensen niet op. U hebt er juist gesproken over de FPC's. De FPC's hebben, want dat is eigenlijk een high risk setting. De mensen die in de FPC's worden opgenomen, die hebben geen statuut van invrijstelling onder toezicht. Nee, die worden geplaatst. Dus die worden eigenlijk geacht, gelijk in de psychiatrische annex, de ABM's, die worden geacht van in detentie te zitten. Dus de FPC's die hebben wel wettelijk gezien een opnameplicht, maar daar is dus nu ook een flessenhals, dus om door te stromen van de gevangenis naar de FPC's. Dat is punt 1. Mijn ervaring is dat mensen in de FPC's, ik denk dat het in het begin vlotter ging, maar de uitstroom van de FPC's naar de mid-security, dat is problematisch. Er zijn mensen die heel jaren in de FPC's zitten, zonder kans op doorstroming. Dat heeft te maken ook met ja, de plaatsen, ik moet u dat niet vertellen, de plaatsen zijn beperkt. Mensen met een interneringsstatuut van vreemde origine, die geen recht op verblijf hebben, om die modaliteit, of tenminste die internering, bijvoorbeeld ook met een certificaat 909, want de 909 is niet alleen voor overdracht van vrijheidsbenemende straffen, maar ook van vrijheidsbenemende beschermingsmaatregelen, waaronder het interneringsstatuut. Om dat over te dragen, dat weet ik nu uit ervaring, dat is geen evidentie. Naar Nederland is er al een probleem, want Nederland en een internering, bij hen noemt dat een soort van ter beschikkingstelling, TBS. Nederland doet daar zeer moeilijk over. Maar probeer maar eens een internering over te dragen naar onze zuiderse buurlanden, naar Spanje, Portugal, Italië. Nul. Die accepteren dat niet. Die hebben een voorbehoud gemaakt met dat Europees kaderbesluit dat zij wel vrijheidsstraffen overnemen, maar geen interneringsmaatregelen. Dus die mensen blijven zitten. Oké, even mee. Ja, iemand een korte reactie wil geven, Karim? Oui, excuse-moi. Maintenant, je vais devoir intervenir en psy, mais bon, voilà, c'est quand même un point très important. En fait, ce que vous venez de dire, ce qui vient d'être dit, c'est vraiment une bombe à retardement dans les établissements de défense sociale et dans les annexes de prison. Il faut se rendre compte quand même qu'en 2019, je pense que le chiffre était de 10 à 12% de personnes sans droit de séjour, d'internement, qui n'avaient aucune perspective, qu'on est monté à 15 à 17% maintenant, et que ce chiffre ne va faire que grandir, vu ce que vous décrivez là, que les établissements hospitaliers ne veulent pas les prendre. Alors, voilà, je pense que là, c'est un peu ce que vous disiez, Madame Franzen, tout à l'heure, il y a probablement une question politique et à réfléchir la législation concernant ce cas de figure-là, parce que ce qu'on observe après la mise en application de la loi sur l'internement, c'est qu'il y a eu toute une vague, même deux vagues de personnes qui étaient dans les établissements pénitentiaires, dans les annexes psychiatriques, qui ont été dans les établissements de défense sociale, dans les FPC, mais que maintenant les places sont saturées et que de nouveau on retrouve en prison, ce qui était quand même le but de cette législation, un pool de personnes inamovible. Alors voilà, je veux juste dire que là, il y a vraiment au niveau de l'ensemble de notre profession et de cette problématique-là, une bombe à retardement. Excusez-moi, je réutilise l'expression parce qu'en attendant, ce sont des gens qui sont en détention, qui ne peuvent plus bénéficier des places dans les établissements de défense sociale et dans les FPC. C'est ça aussi qui se passe. C'est que du coup, des gens qui restent en prison, qui deviennent de plus en plus instables. Enfin voilà, je me permettais d'appuyer. Ja, en het zijn inderdaad ook high-risk plaatsen, zoals gezegd werd, die dan misschien door mensen zonder papieren worden ingenomen, die misschien niet dat high-risk profiel hebben, maar nergens anders terecht kunnen om de redenen die net werden verkondigd. Ik stel voor dat we kort over special needs nog praten, zodat het bij het thema aansluit, dat we daarna nog even naar de strafuitvoering gaan en dat Ellen dan afsluitend een aantal bedenkingen kan opwerpen bij dit debat.
Ja, we proberen al een aantal jaren onder andere voor geïnterneerden, maar niet alleen voor geïnterneerden, te zoeken naar oplossingen in de landen van herkomst. En het is juist, wat er net gezegd is, voor EU-lidstaten is het veel moeilijker dan voor derde landen. Dus dat is een contradictie in terminis eigenlijk. Hè? Maar bon, het is nu eenmaal zo. Wij proberen ook met de Kamers van Bescherming van de Maatschappij te spreken om te zien in hoeverre bepaalde beschermde maatregelen niet ambulant kunnen ingevoerd worden. Want in sommige landen bestaat gewoonweg de internering niet. Hè? En dan moet je naar alternatieven zoeken en dan is het onderhandelen wat mogelijk is, wat niet mogelijk is, met de Kamer en ook met het land van herkomst. En dan kijken we naar de mogelijkheden. We hebben al een aantal gevallen gehad waar we ambulante psychiatrische begeleiding hebben kunnen voorzien. En wij financieren dat voor maximaal 1 jaar. En daarna is het in principe de staat van het land van herkomst die dat moet overnemen. Maar wij hebben niet de mogelijkheid om dat ad vitam aeternam te blijven financieren, natuurlijk. Zo'n special needs onderzoek is niet evident. Want ten eerste, voor die persoon die geïnterneerd zijn, moet je ook al ten eerste gaan vaststellen wie hij is en waar hij vandaan komt. Dat is al 1 ding. De identificatie komt dan weer al terug. Hè. Als je het dan weet, dan moet je gaan bekijken in het land van herkomst wat is er mogelijk en wat is er niet mogelijk. En dat kan een zoekwerk zijn. We hebben zo een Georgiër gehad waarvoor het 2,5 jaar heeft geduurd tussen het moment dat we de special needs onderzoek gestart hebben en de effectieve terugkeer. 2,5 jaar, om u een idee te geven. Hè? Hoeveel tijd dat daar kan insteken. Natuurlijk zijn we daar niet constant mee bezig, maar dat is zo met tussenposes, dat er dan informatie komt en dat we dan kunnen verder gaan zoeken naar oplossingen. Dus het is zeker mogelijk om dat te voorzien. We hebben voor binnen de terugkeerbegeleiders, zowel aan de Franstalige als Nederlandstalige kant, mensen die daar specifiek voor aangeduid zijn. We hebben ook personen die wij de immigratieambtenaren noemen, die in de landen van herkomst gaan kijken wat de mogelijkheden zijn voor die personen. Dus als nodig is, gaan ze ter plaatse. Als ze contacten hebben met NGO's of met officiële instanties, gaan ze rechtstreeks met die NGO's en die officiële instanties in contact treden, om op die manier te zoeken naar oplossingen. Maar ieder geval is anders. En dat is dus echt werken sur mesure. Hè. Het is heel moeilijk om alles te regelen. En vandaar dat dat heel veel tijd vergt. We hebben daar voldoende geld voor ter beschikking. Het voordeel is, tegenwoordig worden de repatriëringen betaald door Frontex voor een groot deel. En minder op het nationale budget. Dat betekent dat het terugkeerbudget dat we vroeger hadden ook voor andere dingen kan gebruikt worden. Onder andere voor die special needs. Hè. Dus dat is dan een voordeel dat we hebben. Maar natuurlijk, het is niet evident om dat te organiseren. En dat wou ik in kort zeggen. Oké. Okay. Ja, u heeft het woord, toch? Perfect. De micro. Merci. En fait, au départ, c'est une procédure qui était surtout destinée aux internés. Et justement, c'est plus difficile d'appliquer aux internés puisque c'est une aide de maximum 1 an. Donc souvent, les internés ont besoin d'une aide plus longue. Et maintenant, ça commence à être connu parmi les condamnés. Et on a des cas parce que ces personnes qui se retrouvent en prison avec la barrière de la langue, etc., développent des problèmes médicaux, psychiatriques. Ça se présente de temps en temps et on a plusieurs cas où Special Needs a abouti. On a par exemple un cas avec l'Albanie, un cas avec le Maroc où des soins psychiatriques, c'était dans les deux cas des soins psychiatriques, ont été prévus pour maximum 1 an. Et dans un des deux cas, on a eu un retour et on a vu que les frais étaient pris en charge, qu'il y a une évaluation sur place. Le médecin, il y a déjà un contact avec le médecin sur place et la prise en charge a été effective pendant... Enfin, est prévu de manière effective pendant 6 mois. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne piste à creuser. Et c'était peut-être méconnu aussi des condamnés. Donc, c'est bien aussi que les avocats sachent qui a cette piste. Donc, voilà. Moi, je trouve ça vraiment intéressant à creuser. Juste pour compléter, ce n'était pas prévu pour les internés initialement. Les spécialistes, ça a été créé en fonction du constat qu'il y avait beaucoup de personnes vulnérables. Oui.
dans le contexte détenu, mais aussi en dehors du contexte détenu, qu'il fallait d'une façon ou d'une autre accompagner. Oui, en fait, j'avais lu qu'effectivement, au départ, c'était prévu pour tous les détenus. Et ça, en fait, le terme de spécial need, c'est les personnes vulnérables en général. Donc, on parle des personnes âgées, des femmes enceintes. Il y a toutes sortes de cas qui sont prévus et pas uniquement le cas que j'ai cité, effectivement. Mais... c'est plus large que ce que j'ai cité. Dank u wel. Ellen, wil jij daar nog wat zaken aan toevoegen? Ga je gang. Ja hoor, zeker en vast. Ik ga het wel kort houden, gelet op de tijd. Maar ik wil misschien nog heel even kort op het vorige debat nog terugkomen over de voorlopige hechtenis. En gewoon enkele kleine zaken aanstippen die... mij verteld werden van mogelijkheden, die nuance waar we het al over hebben gehad, mogelijkheden die kunnen bestaan. Want de overbevolking van de gevangenis is inderdaad zeker niet de core business van magistraten. Het vormt soms wel een overweging. En wat mij verteld is, dat soms... wordt gekozen als men weet, het Openbaar Ministerie, dat de persoon... zal worden uitgezet of naar een gesloten centrum gaat, dat dan wordt gekozen om, als de feiten het toelaten, als die niet, en dat is dat die belang van die openbare veiligheid, als dat niet zo groot is, dat gevaar, dat dan wordt gekozen om bijvoorbeeld te gaan seponeren of niet te gaan voorleiden. Die afweging wordt soms gemaakt. Daarvoor wordt dan contact opgenomen met DWZ. En contact wordt ook soms opgenomen met DWZ door de onderzoeksrechters om eventueel na te gaan, ja, is die in een gesloten centrum? Ah, dan weet ik waar ik die moet bereiken voor mijn verder onderzoek. Dus ik ga die niet in de gevangenis dan. Bon, die zit dan wel op een andere plek die ook natuurlijk te kunnen hebben met overbevolking. Anderzijds is dat niet per se een oplossing. Er is mij ook al verteld dat dan inderdaad DVZ soms die uitzetting, waar we het al dan over hebben gehad, zonder dat die communicatie daartussen goed verloopt, dat die persoon eigenlijk nog nodig was voor het onderzoek. Dat heel kort daarover. Ook die borgsom is al aangehaald. Dat wordt soms effectief gedaan. Dat kan een mogelijkheid zijn. Familie kan dat soms betalen. En mij is verteld dat het wel werkt ook effectief. Dat personen terug verschijnen op hun, indien zij niet uitgezet zijn. Dat klopt. Ik denk dat ik daarbij ga laten voor wat betreft... die voorlopig hechtenis. En dan wil ik nog heel even kort ingaan over, we hebben het al duidelijk gehad over die geïnterneerden. Ik ga denk ik niet meer verder ingaan op de andere gedetineerden. Maar ik wou gewoon nog even benadrukken hoe een schrijnende situatie het toch wel is voor die personen. Omdat, heel duidelijk, die personen hebben geen strafeinde. Dus die kunnen daar wel echt heel lang zitten. En we hebben het dan niet gehad over eigenlijk de villo die ook mogelijk is voor geïnterneerden. Wat natuurlijk eigenlijk een optie is en die moet niet per se overgenomen worden door een buurland. Maar ook in dat kader wordt door de KBM's wel verwacht dat die persoon daar minstens een netwerk heeft in zijn land van herkomst en dat daar ook wel iets van zorg is, want er is nog steeds een soort van verantwoordelijkheidsgevoel dat ook in het buitenland natuurlijk niet die, geen verdere misdrijven gepleegd mogen worden. Natuurlijk zou men kunnen opteren om die personen sneller te laten gaan naar het buitenland en iets sneller de voorwaarden voor de villo voldaan te beschouwen. Maar dan moet men zich natuurlijk wel de vraag stellen wat met de zorg voor personen, dat toch wel een heel belangrijk recht is, en wat met de mogelijke slachtoffers in het buitenland. Dus is dat misschien niet direct de beste oplossing. Ik denk dat ik het daarbij wil laten. Super, dankjewel. Ik zie dat we een beetje over tijd zijn gegaan, maar dat is vooral omdat we te laat zijn begonnen. Ik wil dus vooral de panelleden bedanken om zich goed aan de tijd te houden. Ik denk dat het een interessant debat was. Normaal zouden wij nog 10 minuten reflecteren over wat er gezegd werd, maar we zullen het heel kort houden. Ik denk, er is geweest op die informatieuitwisseling. We zijn in blijde verwachting van de calls die er... wellicht zullen komen. Het is een moeilijke zwangerschap, hoor ik, maar hopelijk zijn de weeën toch stilaan aangebroken.
We hebben het ook gehoord wel natuurlijk over iedereen heeft natuurlijk zijn bevoegdheid, zijn functie. En het is natuurlijk ook niet altijd gemakkelijk of de bedoeling zelfs in een rechtsstaat dat iedereen maar puur op die uitzetting gefocust is of op die verwijdering. Ook dat is vandaag aan bod gekomen. We hebben ook gehoord dat het uiteraard ook belangrijk is om informatieverstrekking en begeleiding te bieden aan de personen zelf die vaak in een onwetende situatie zitten en zich niet altijd bewust zijn, mede omdat de advocaat zich er ook niet altijd van bewust is van wat de mogelijkheden zijn. Dat waren voor mij toch de belangrijkste dingen die ik gehoord heb en opgeschreven heb. Ik ga dan nog eens bij Mathieu horen. Oui, ben, je ne peux que abonder et remercier vraiment tous les participants. Je trouve que c'était extrêmement riche et intéressant et que surtout on a pu aussi se baser sur des données au départ. Hein. Donc, meten is weten. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour récolter des données fiables pour que tout le monde puisse les avoir à disposition. Et donc voilà, il y a eu beaucoup de respect de tous les acteurs pour les autres qui ne travaillent pas toujours dans le même sens ou pour les mêmes intérêts. C'était aussi extrêmement intéressant, avec quand même une attention pour les droits fondamentaux. Je trouve que ça illustre bien qu'il y a des logiques parfois concurrentes, voire même totalement contradictoires entre la logique pénale d'un côté, la logique du droit de séjour de l'autre. Hein. Et l'exemple que vous avez donné, Madame Franzen, sur le droit au procès équitable hein, d'un prévenu qui, pour être respecté, ben, nécessite en réalité qu'il y ait une sorte de tolérance ou de séjour provisoire ou de report de l'ordre de quitter le territoire. Hein. Et donc, c'est vrai, Madame Bricout, que dans la directive retour, rien n'est prévu hein, comme exception à l'obligation. C'est une obligation de droit européen que les États ont d'expulser, donc de prendre une décision de retour et de l'exécuter par rapport à tous les pays. Mais il va de soi que cet instrument de droit européen secondaire doit être interprété à la lumière de principes supérieurs comme l'article 6 de la Convention européenne et la Charte des droits fondamentaux. Jusqu'à présent, le problème, c'est que rien n'est prévu, hein, ni dans la législation pénale, ni dans la législation migratoire. Hein, donc, les personnes qui veulent faire valoir leur droit au procès équitable, et ça vaut aussi bien pour les prévenus que pour les victimes, eh bien, doivent aller encombrer les tribunaux hein, en disant « Écoutez, s'il vous plaît, interdisez à l'Office des étrangers de m'expulser pour que je puisse assister à mon procès. » Donc voilà, on est là avec des réglementations lacunaires qui parfois peut-être peuvent encore surcharger les juges qui ont déjà bien assez de travail. Voilà, je voulais clôturer par cette petite... et dire vraiment merci à tous les participants. Merci à Sander qui a organisé avec Hélène et à tous les collègues du SPF Justice et les collègues de l'IFJ qui nous ont hébergé. Merci aussi aux interprètes. Hein. On a vu que la communication était quelque chose de clé. Les interprètes qui font parfois cruellement défaut, hein, tant au stade de la police que de la justice, quand on a affaire à des personnes étrangères, nous avons eu la chance de les avoir ici. Je pense qu'on peut les remercier chaleureusement. Voilà, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous.